nieuwe aflevering van Vivo Valentine. En jongens, 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 wat gaan we los? Want vandaag de gast, niemand minder dan Arno Wellens. Jee, Arno, welkom terug. We gaan het vandaag hebben over Central Bank Digital Currencies. Oftewel, ja. slavernij op de blockchain. Ja, ja, ja. Die gooi, die gooi je er zo uit. Die gooi ik er zo uit, gewoon eventjes om de toon te zetten. Dat vind ik wel mooi, want we hebben eigenlijk een karige uitzending, omdat... De Vivo Valentine, de, de V, die is er niet. Ja, die heeft uh, opnieuw een opleving van dengue-fever opgelopen in een uh, niet-nader te noemen Zuid-Amerikaans land. Hmm. Dus ja, het ja. kan gebeuren en dat kan er best overkomen. Um, neem niet weg dat um, we eigenlijk de afgelopen, als ik het zo moet inschatten, drie jaar bestookt zijn in toenemende mate met plannen om een central bank digital currency in te voeren. Zou jij kunnen vertellen. Even heel kort, wat is een central bank digital currency? Die vraag zag ik niet aankomen. Nee. Dat, ze zegt, uh, <laughs> <laughs> dat is een moeilijke vraag ook hoor. Hij lijkt simpel. Ja, like ja het, kan heel, het kan eigenlijk heel makkelijk. Uh, je hebt contant geld. Kun je betaling doen. En dat is dan anoniem. Ja. Dus uh, jij hebt misschien net een broodje haring van mij gehaald bij de haringkar waar je me ophaalde. Ja. Ik geef jou vijf piek. En dan is het klaar. Ja, niet te achterhalen, niet te traceren. Nee. En dat moet eruit, lang verhaal kort. Waarom? Um, dat heeft vooral een financiële reden. En dat is omdat um, op contant geld zit geen negatieve rente. En Europa, maar Amerika ook, maar vooral de Europese Unie, zit zo vol eurozone, zo vol met schulden, dat de centrale bank constant, constant, constant die rente moet verlagen, op een gegeven moment onder de nul uitkomt. En dan heb je het probleem dat als je een negatieve rente negatiever maakt om te stimuleren, dan gaan mensen pinnen. Ja, want die gaan het liever in een sok bewaren. dan dat ze het op de bank zetten tegen. Dat hebben we natuurlijk al gezien. We hebben een negatieve rente gehad hier ja. in Europa. Ja. Een, um... En daar ga je dan weer naar terug. Zodra ja. het kan, zal die centrale bank daar weer uh, naartoe werken. Het is nu. ze moet het, moet het eventjes omhoog. Maar dat gaat gewoon weer negatief worden. Er zit een. Is overduidelijk zichtbaar. Er zit een enorme. Um, weerstand tegen die centrale bank. om uh, inflatie te bestrijden. Dus je gaat een negatieve rente toe. Heb je hebt een digitaal paspoort nodig? Uh, wacht, wacht, wacht. Want. Waarom uh, voor mensen die dat niet begrijpen? Kijk, wij, wij zijn eigenlijk een soort dialoog aan het voeren, die al uh, zeker anderhalf jaar teruggaat, waarin we dit soort thema's ja. steeds bespreken, maar voor mensen die daar voor het eerst in komen, waarom, um, waarom is die schuldencrisis zo nijpend in Europa? En waarom uh, leidt dat automatisch tot diep negatieve rentes? Um, kijk, Europa, de westerse wereld, nou, laten we het even bij de eurozone houden, die kant met een aantal dingen die tegelijk opspelen. Dus mm -hmm. je hebt een enorme vergrijzing, ja. je hebt een soort decadentie dat we zeggen, nou alles moet maar kunnen, we gaan uh, consumptie naar voren halen. Um, ja, als je een probleem op de huizenmarkt, nou dan moet de rente op de huizenmarkt omlaag. En nu weer een plan van het kabinet om uh, starters nog meer krediet te geven. Ja. Dus alles is op de pof. Alles wordt opgelost met schuld. Meer, schuld, meer schuld, meer schuld, meer schuld, bij een krimpende autochtone beroepsbevolking. door de vergrijzing. Je kunt vergrijzen, is misschien ook niet zo slecht voor het milieu. Maar dan moet je daar wel financieel op zijn voorbereid en dat is de eurozone niet. Heeft de eurozone het extra probleem dat dat ding heel wankel in elkaar zit, omdat er allemaal landen in elkaar gevouwen zitten die helemaal niet bij elkaar horen. Ja. Dus die centrale bank is constant bezig om brandjes te blussen. En die doet dat door geld bij te drukken. En rente te verlagen. Ja, want als de rente stijgt, dan betekent het ook dat het uh, duurder is voor overheden om zichzelf te financieren. Ja, Daalt. dat wil je niet. Ja. Precies. Uh, een goed voorbeeld is in de coronacrisis heeft Nederland uh, 80 miljard uh, opgenomen van de ECB. Uh, dat hebben ze gedaan tegen een negatieve rente. Met andere woorden, ja. het heeft ons nog een keertje anderhalf miljard opgeleverd ja. om die 80 miljard te lenen. Nou, wat een fantastische wereld. Waar ja. wou dat jij en ik het konden. Dan zouden we uh, Um, ja, De Pleis op de Dam kopen, waarschijnlijk tegen negatieve rentes, uh, of hypotheken met negatieve rentes. Maar ja, en nu zie je dat, die, dat uh, financiële markten, zoals dat heet, ja. die worden best wel um, nerveus van al die schulden die zijn opgestapeld tijdens corona, nu met de energiecrisis, maar daarvoor al sinds Lehman Brothers, sinds die zwakke eurolanden in de euro kwamen. hadden ze nooit moeten doen. Ja, dus de, de schuld van Italië ontploft gewoon sinds 1995. Ja. En dat is omdat particuliere banken zijn veel losser geweest in het verstrekken van krediet. Ze, wachten al, ze dachten als uh, Italië valt of het niet kan betalen, dan lost die andere landen het wel op. Ja. Dus die zijn een veel lagere rente gaan rekenen dan gerechtvaardig was gegeven het risico. En daarom zijn die staatsschulden, maar ook in Nederland de huizenmarkt, zijn ontploft met schulden. Dus je kunt geen hogere rente veroorloven. Ja, dus de, uh, uh, door die lage rentes... Uh, creëer je bubbels. Een goed voorbeeld is de huizenmarkt in Nederland. Je zei ja. het net al. Dus de lage rente zorgt ervoor dat mensen meer geld kunnen lenen. Dat geld komt terecht in zo'n bubbel. In de huizenmarkt in dit geval. Dan moet dat ding niet gaan dalen. Ja. Precies, inderdaad. Gaat die rente omhoog, dan daalt dat. En dan heeft zo'n bubbel de, uh, de eigenschap... dat het vaak op spectaculaire wijze... Uh, in elkaar ja. ontploft, als het ware. Dus dat, dat wil je vermijden. We hebben dat in 2008 gezien. De Great Financial Crisis wordt het genoemd. Ja. Dat was eigenlijk de Amerikaanse huizenmarktbubbel uh, die in elkaar uh, ja. klapte. Je ziet dat gedurende eeuwen zie je dat patroon zich herhalen. Ja, interessant genoeg. En dan zo'n bubbel die uh, implodeert, die heeft een, een, een vliegwiel effect op de economie. Vaak uh, ja. bij de samenleving vallen op ja. uh, in 2008 allemaal gezien. Um, Obama in 2008 heeft um, op een gegeven moment besloten om de uh, bankaire sector te redden. Ja. Lehman viel om, Bear Stearns werd overgenomen, Phil O'Connor werd overgenomen uh, voor een appel en een ei. Um, en de rest de... kon doorfeesten. Ja, de rest kon doorfeesten inderdaad. En dat is het. En sindsdien zie uh, je een probleem. Nou, ik, ik heb het in allemaal plaatjes. Oké, okay, ja, zullen we jou... Ja, jou... want ik heb wat met mijn, mijn spreekbeurt. Uh, want ja. inderdaad, dat is wat er gebeurt. Je hebt, als je het heel kort samenvat... Je hebt een wankel monetair systeem, mm -hmm. veel te veel schulden, ja. En dan eindig je in een digitale dystopie. Ja, dat is eigenlijk in één zin is wat er gebeurt. Dat en, is altijd zo. Ja, en daarom ga je naar een uh, CBDC toe, central bank digital currency. Dus contant geld moet eruit. In plaats daarvan krijg je CBDC. Ja. Um, en in die discussie daarover heb je altijd worden er altijd een aantal aspecten genoemd. En uh, bijvoorbeeld wist je dat geldwagens klimaatverandering veroorzaken. Ja. Dus als je in die papers kijkt van de ECB bijvoorbeeld, worden dat soort dingen genoemd. Ja. He, virussen springen over op bankbiljetten. Ja, tuurlijk. Volgens ja. mij, ik weet niet of dat zo is. Dat blijkt eigenlijk niet zo, zo te zijn. Virussen maar niet. dat argument is er al, dus dan gaan we door, dan gaan we door. Bacteriën en, doen dat, virussen doen dat niet. Nee. Maar dat, dat deed het toen eventjes goed. Ja. En uh, er is één, ik noem dat de, de olifant in de kamer. Dus één aspect wat men bij de introductie van CBDC nooit noemt. Dat is die negatieve rente. Um, en er komt nu een heel groot Kamerdebat. 23 november. Ik ga er ook heen. We kunnen er een leuk uitje van maken. Eigenlijk is alles al dichtgetikt. Maar dit vind ik zo interessant. Maar, want, maar ik, Kijk, jij hebt een hele. Uh, je hebt een spreekbeurt voorbereid. Ja, eigenlijk wel, ja. Uh, misschien moeten die. Want ik heb honderdduizend vragen. Ja, doe die, 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 die erna, want ze komen erin. Oké, okay, nou laten we gewoon. Ja, uh... nou, is een beetje kinderachtig. Ik je hou van dieren. Dit is de. Ik noem het altijd de Elephant in the Room. Waarbij het is het onderwerp wat men meer niet bespreekt. Het beest rechts, dat is de, de, de Chinese steppe olifant. En okay. Dat was de grootste olifant ooit. Die daar links staat, is wat er nu uh, okay, dat dat is dan in Afrika een... loopt. Dat echt best wel een watje. Ja, ja, dus als je die dus olifant in de, in de room die met. Die grote olifant in de kamer. Dus er komt nu een debat over CBDC. En dan gaan we zeggen, ja, maar Poetin is slecht. En energie en klimaat. Ja. Geldwagen zorgen voor klimaatverandering. En uh, alleen oma gebruikt nog cash enzovoort. En er is één aspect wat. Met een fanatisme wordt vermeden dat ik gewoon, uh, gewoon knap vind. Ik ga okay. nog een keer een aparte spreekbeurt doen over de Paleo-Loxodon-Namadicus. Over deze olifant. Vond, ja. ja, dus ja. Eigenlijk, eigenlijk is het niet echt een, een olifant. Maar goed, kom op. Um, het begint hier. Misschien is het slim om dit even te noemen. Um, die ECB vroeg net al naar, die Europese Centrale Bank, die moet een rentebeleid voeren. En het idee is als volgt. En dat is een Amerikaanse econoom die dat uh, verband heel mooi heeft gekwantificeerd. Uh, hij zei. Dat inflatie, als er op een gegeven moment te veel inflatie is in een muntunie, dan moet die centrale bank optreden door de rente te verhogen. Ja. En de gedachte erachter is dat um, als de effectieve vraag in de economie, dus er wordt, wordt te veel, mensen willen te veel huizen kopen, te veel goederen, te veel uh, olie gebruiken en op vakantie en weet ik wat, uh, als je dat dan afremt door de rente te verhogen, dus de, de beloning op sparen wordt groter, dan zullen mensen meer sparen. En als ze dan op een bankstel zitten en ze twijfelen, ze denken, nou, zullen we de bankstel vernieuwen? Dan zeggen ze, nee, we hebben 10.000 euro spaargeld. Als we dat laten staan, krijgen we 3% rente. Ja. En er zijn econometristen, die werken bij de ECB, maar ook bij DNB, ook voor de euro. En die kunnen dat verband vrij nauwkeurig, um, zeggen ze zelf, maar dat kunnen ze ook aantonen. Ze kunnen dat verband vrij nauwkeurig uh, kwantificeren. Dus ze zeggen dan van, nou, we hebben bijvoorbeeld 100 mensen die overwegen een nieuw bankstel te kopen. Mm -hmm. Als we dit doen met de rente, dan hoeven ze niet alle 100 meteen naar de meubelboulevard. Waardoor je weer meer economische activiteit hebt. Maar tien doen het, of zeven, of dertien. Het is toch zo dat, dat die vlieger in principe opgaat, mits je stopt met geldcreatie? Ja, dat is, dat is dus het akelige. Dus ik heb nu een enorm boek gemaakt over dit onderwerp. Dus de het, het hm. laatste euro-evangelie. En daar ben ik er ook even klaar mee. Ja. Ik noem daarin de kredietcrisis noem ik de laatste crisis van dit type. Niet dat er daarna nooit meer een economische crisis is geweest, maar dan, er gebeurt daar iets raars. Want. Um, kijk, wat die, daarna kan die rente niet meer omhoog. Mm -hmm. Want soms moet die centrale bank, die moet de economie wil die dan een beetje aanjagen. Ja. Dan zou je dus de rente moeten verlagen. Dan is de bonus op sparen lager en dan zullen mensen eerder naar de meubelboulevard gaan. Op andere momenten wil je het tegenovergestelde doen. Dus je kunt zo met dat renteschroefje kun je aan de slag. Mm -hmm. nou is er is een Amerikaanse econoom, meneer Taylor, en die heeft de Taylor Rule uitgevonden. Um, daar kunnen we uren over praten, maar ik kan het in, denk ik in 30 seconden samenvatten. Hij zegt eigenlijk, als je een economie hebt die in evenwicht is en je raakt uit balans omdat er links 10 kilo inflatie op de witbap komt, met hoeveel kilo rente moet je die dan bestrijden, die 10 kilo, kilo inflatie? Ja. En hij zegt, kort door de bocht, dan moet je die 10 kilo inflatie moet je bestrijden met 10 kilo rente en een beetje. Dus 10% inflatie is 10% rente. En je ziet ook dat tot de kredietcrisis... We hebben 17% ook, inflatie in Nederland. Even, ja. Dat de kijker zich realiseert waar we, wat er moet gebeuren. Ja, ja als je het zou volgen, ja. dan moet je dus naar, um, naar 17% rente. Ja. Nou zijn, dat, ik heb een aantal economen dat gevraagd. En die, die noemen andere cijfers. En die zeggen, ja, maar die 17, dat is wel heel... Tijdelijk, dat kan ook minder worden en misschien moet je energie of huizen wel niet mee rekenen. Wordt een heel interessant debat. Ja, het model moet direct aangepast worden, want dat kan niet 70% inflatie. Ja, krijg je die discussie. Maar wat er ja. nu is gebeurd, en, um, kijk als je de, de periode in het plaatje tot 2008 pakt, ja. dan zie je dus inderdaad dat die, die euro die begint. Um, uh, eigenlijk 1999 werd, was er een digitale euro, daarna werd die, uh, werd die, werd die, werd die pas contant. Dus daarom begint de grafiek in 1999. Ja. En toen wilde de ECB die wilde inderdaad de economie stimuleren. Om redenen die hen, uh, hen bekend waren. En toen had je eigenlijk toen had je ook een soort van oververhitting. Toen had je die aandelenbubbel en die begon toen te knappen. En um, je ziet ook dat die ECB die reageert daarop, die verlaagt de rente dan. Die zegt, nou jongens, het gaat nu wel heel hard. We trappen even op de rem. Ja. Um, dat ging toen blijkbaar van, als ik moet schatten, zo 3, 3,5% naar 1%. Ja. Minder zelfs. Ja, en dat is, maar je ziet dat die inflatie en die rente, die dansen om elkaar heen. Ja. En dat is dus omdat als die inflatie te hoog dreigt te worden met X, dan zal de ECB reageren met een rente van X en een beetje. Ja. Dat is wiskundig niet helemaal juist, maar goed, dit op deze manier onthouden we het. Mm -hmm. Het gaat om verschillen ten opzichte van wat het eerst was. En de, daarbij in die formule van Taylor, het is vrij ingewikkeld, maar er zit ook van hoeveel economische schade zou je dan willen accepteren, want als je de rente verhoogt. Dan, dan, dan demp je economische activiteit. Nou, wat is acceptabel? Ja. En hij heeft dat terug, terugwerkend, heeft hij honderden rentebeslissingen heeft hij geanalyseerd, in een model gestopt. Ja. En daar kwam ongeveer dit sommetje uit. En je ziet dat de ECB dat volgt, want, als, want de rente die volgt de inflatie. Okay. En, en ook een beetje andersom, want als de rente heel hard wordt uh, um, opgehoogd bijvoorbeeld, om de economie af te remmen, hmm. dan reageert die economie erop. Maar... Dit dus is toch basiskennis? Ja, dit is toch economische basiskennis? Ik, ik doe er een klein beetje geweld aan, dus ze zullen nu, als echt gespecialiseerde macro-economen in de comments. Mm -hmm. die kunnen dan los, die kunnen zeggen: ja, maar je vergeet eh, ja, de is... omloopsnelheid van het geld. Ja, dat precies. Soort ja, maar okay. je ziet tot 2008, tot de kredietcrisis, zie je dat die twee hand in hand gaan. En dat is, ja. geen, dat is geen toeval. Nee. Nou is er een probleem. Dan komt er een kredietcrisis. En het akelige aan een kredietcrisis als economische crisis. is dat als, je, als de overkreditering de oorzaak is van de economische problemen. Ja. En je zou die economische problemen willen bestrijden met een renteverlaging, waardoor mensen weer meer krediet gaan nemen en dan een nieuw huis kopen, bouwvakken aan het werken, nieuwe keuken, weet ik wat. Mm -hmm. Dan ga je een kredietprobleem oplossen met meer krediet. Ja. Dat is problematisch. Dan gaan we een aantal nare dingen krijgen. En die, aantal, die nare dingen die manifesteren zich nu. Wat er daarna gebeurt is dat die Europese Centrale Bank, die ziet van, hé, hey, huizencrisis, eurocrisis, die komt erop. Ja. Wij moeten die rente laag houden en verlagen bekende stimuleren, intussen een opkoopprogramma. En um, daardoor is die rente ook heel laag. En het grappige wat je in de grafiek ziet, is dat er een loskoppeling is tussen inflatie en rente. Ja. En um, op een gegeven moment uh, dus de centrale bank, dus Mario Draghi heeft dat, ik heb het al eens vaker verteld, hij heeft ook gezegd ik zal alles doen om de euro te redden. Uh, hij is toen een massaal, een massief uh, uh, euro, uh, opkoopprogramma gestart. 8000 miljard euro is de centrale bank nu groot. 8000 miljard moet je eens Komen we zo nog op terug. Dat is ja. bizar. Um, en die economie die wilde eigenlijk maar niet echt groeien. Met name in Zuid-Europa stagneert het. De investeringen kunnen niet worden aangejaagd. Die statistieken zijn gewoon ontzettend slecht. Eigenlijk is die kredietcrisis nooit opgelost. Je had toen een harde sanering moeten doen. Ja. Banken weg. Hè, hoezo ga je banken die het probleem veroorzaakt hebben? Hoezo ga je die redden? Laat ze gewoon kapot gaan en dan begin je opnieuw. Ja, maar politiek gezien is dat wel ander. Politiek gezien is dat snap ik. Dus dan ga je doormodderen. Nou, toen heeft Mario Draghi gezegd: ik ga opkopen. Ik hou die rente laag. Dan kunnen jullie de schulden van bijvoorbeeld de staatsschuld van Italië kun je saneren. Ja. Kun je een deel kwijtschelden? Kun je een deel herstructureren en een deel zo laten? Dat is vaak in de geschiedenis gebeurd. Frankrijk heeft dat een paar keer gehad. Um, en dat is makkel makkelijker om te doen als die rente laag is om dan een nieuw contract af te sluiten. Mm -hmm. En dan kun je die eurozone saneren en dan kun je samen verder en dan blijft de euro behouden. Ja. Toen hebben die politici gezegd, hé hey, dat is makkelijk, een tijdelijk labmiddel. Wij gaan allemaal dromen verkopen die niet kunnen. Dus geen cent meer naar de Grieken, weet je wel, dat soort dingen. Ja. Toen gingen politici op die manier verkiezingen winnen, dus ze hebben nooit gesaneerd. Dus die centrale bank die zegt op een gegeven moment, ik hou die rente heel laag. Tegen het advies van wat Taylor zou geven. En andere economen. Absoluut. Maar Taylor is wel de, is wel de, de Ja, het is naar hem vernoemd. Ja. Prima. Dus wat de economen zouden zeggen: van... Oeh, nou is het misschien toch wel een keer een moment om die rente dan wat te verhogen. Maar dat gebeurt niet, omdat je die enorme schuldenlast met je meetorst. Ja. Dus begin jaren tachtig had je ook een keer 15% inflatie. Dan werd dat inderdaad beantwoord met 15% rente. Ja. Met enorme gevolgen. Maar die inflatie was wel bestreden als dat je doel is. Nou, je ziet dat uh, vanaf 2016 gebeurt er iets interessants. Niet toevallig, vanaf 2016 begint men ook over CBDC te praten. En wat er gebeurt, is dat die rente negatief moet worden. Ja. Dus die overheden willen maar niet saneren. Die willen maar niet een verse her herstart van de economie uh, uh, mogelijk maken. Want die willen doormodderen. En die willen niet zeggen van oeh, uh, sommige eurolanden zitten zo vol met schulden. Saneren het en gooien ze uit de euro. Ja. Dat noem ik het euro-evangelie. Alles moet kost wat kost bij elkaar worden gehouden. De kostprijs daarvan wil je, wil je, wil je verzwijgen tegen je kiezer. Dus ga je doormodderen. Dan kom je met oplossingen die niet kunnen, want de centrale bank houdt immer de rente laag. Dat nou, is ook nou, de reden dat we politici zien aangesteld worden als directeur van de ECB. In ja, ja, ja. Van, ja, dat... ja, en dan wordt gezegd, ja, maar die ECB staat een beetje buiten de politiek. En dat is niet zo. Nee, het is gewoon... Je kan, je kan zo vanaf de stoel van de ECB kun je premier van Italië worden. Precies. Dan word je premier van Italië zeg je, hé, hey, we hebben goedkoop geld. Wat handig. Ja. Wie, wie heeft dat gedaan? Oh, <laughs> oh, dat was ik zelf. Ja, <laughs> en dan ja. volhouden dat de centrale bank en de politiek best wel los van elkaar staan. Ja. Nu is er in 2018 is er iets interessants gebeurd. Um, en vanaf dit moment ben ik er ook over gaan schrijven. Um, dus mezelf even een kleine verende. in de. Die ECB heeft altijd gezegd, inflatie mag maar 2% zijn. Ja. Maximaal. Dat is, een streven is dat. dat is een streven. Maar eigenlijk is het, als je zegt, de ECB is opgericht voor prijsstabiliteit, dan moet je eigenlijk naar nul streven. Ja. En je ziet ook dat in, helemaal in het begin van die euro, werd er binnen dezelfde maand nog wel eens een rentebesluit gecorrigeerd. Ja. En um, daarna is die ECB lijkt het um, op zuidvakantie gegaan, want er zit dus een hele periode zonder eigenlijk renteverhogingen. Na 2016 zijn er letterlijk jaren, of gewoon een compleet jaar en meer, dat er, niet, dat er niks wordt gedaan. Omdat die markt daar ook van profiteert natuurlijk. Ja, maar die is ook gewoon verslaafd geraakt aan goedkoop geld. Kijk naar de huizenprijzen in elke Nederlandse stad bijvoorbeeld, ja. weet je, die... die... Dat is een bubbel die is direct te herleiden dus tot die lage rentes van de ECB. Oh, zeker. Dat is ja. ook zo. Je kunt de, de rentegrafiek en de, het opkopen leid van de ECB, als je dat naast de huizenmarkt uh, in Nederland legt, dat, dat gaat één op één mee. Ja. Dus als die ECB stimuleert, om, hè, dus die houdt de rente laag, zodat lenen goedkoop wordt, zodat Italië betaalbaar blijft, ja. dan gaan speculanten, die gebruiken dat, die omgeving om geld te lenen, dan gaan ze huizen kopen. Ja, dat, is, dat, dat verband is één op één. We hebben nu Hugo de Jonge, die moet nu... Um, de huizencrisis gaan oplossen. Mm -hmm. Maar op een gegeven moment kun je ook afvragen van stuur hem gewoon naar huis. Er valt niets niet meer op te lossen. Er, valt, nee. er zijn mensen die vragen hebben bij hoe goed hij is in het oplossen van crisis. Nou, zelfs hij gaat deze niet uh, verergeren. <laughs> <laughs> hij is gewoon compleet irrelevant. Hij is al het... gespecialiseerd in crisis. Uh, ja. Creatie, ja. Maar ja, dat is wat er gebeurt. Dus in 2018 gebeurt er iets, uh, uh, mm -hmm. hebben we iets bijzonders. Mm -hmm. Want dan gaat die rente over die 2%. Dus die ECB zit ermee van we willen eigenlijk de rente nul en zelfs negatief houden. Ja. omdat verouderende Europa met al die wankele landen erbij toch nog een nieuw bankstel te laten kopen. Um, de ECB heeft gezegd, wij, wij willen prijsstabiliteit. Heeft gedurende de kredietcrisis gezegd, nou maar die prijsstabiliteit is eigenlijk 2% inflatie. Ja, bizar. Was dat niet nul? Ja. Moet je niet streven naar nul? Nee, een beetje inflatie is goed. Nou, vooruit. In 2018 begint die inflatie boven de 2% uit te komen. En toen was het heel interessant, want toen zou dus de ECB hebben moeten reageren. En wat je in het plaatje ziet, is dat die ECB dat niet doet. Sterker nog, die gaat het jaar erop gaat hij nog de rente een beetje verlagen. Dus je ziet dan dat er wordt afgeweken van de taylor Rule. Ja. En die inflatie die je dan krijgt, een inflatie ontstaat als die blauwe lijn boven de rode uitkomt en te ver en te lang. Nou, dat zit er nu helemaal boven, maar dat zie je eigenlijk in 2018 al komen. En toen ben ik erover gaan schrijven. En. Um, want toen in 2018, he, als toen de, rente, de inflatie 3% was en je wil 2%, toen had er al een renteverhoging moeten komen. Ja. Maar dat gebeurde dus niet. Nou, um, er is een onderzoek geweest van Euler Hermes. En dat is het economisch onderzoeksbureau van Alliant. Okay. En zij hebben in 2019 een onderzoek hierna gedaan van wat, waarom doet de ECB wat de ECB doet. Ik heb gevraagd of ze dat eventjes konden herhalen, maar dan met de cijfers van die drie jaren daarna. Mm -hmm. Ik zei, want jullie zijn toch zo lekker bezig, Ik doe dat ook even voor mijn boek. En zei ze, ja weet je wat, doe het lekker zelf. Ja. Maar het is vrij ingewikkeld wat ze doen. Ze zijn echt de econometristen. Ze hebben iets moois ontdekt. Ze zeiden, nou die ECB die zou volgens die Taylor Rule rente moeten verhogen. Doet dat niet. Ja. Wat, wat drijft jou dan wel? Want je bent dus niet die Taylor Rule en die prijsstabiliteit aan het, uh, aan het najagen. Wat zij deden, ze hebben andere uh, motieven. En in 2019 zei Eulen Hermes, en dit zijn de economen daar links die dat mooi hebben uitgerekend. Zij uh, zeiden, inflation matters again. Want je gaat naar die 3%, maar er wordt niet verhoogd. En dat was in 2018 dus al duidelijk: dat die centrale bank be bereid is om inflatie hoog te laten zijn. Als oma dan een uh, spaarpotje heeft van 10.000 piek. Waarmee ze het moet uitzingen tot de rest van de leven naast haar AOW'tje bijvoorbeeld. Ja. En je hebt dan inflatie, dan wordt haar spaarpotje aangevreten. Moet je dan niet optreden? Nee, want er zijn andere belangen. Nou, Ze hebben uitgerekend wat die andere belangen zijn. Ja. Ze hebben een aantal uh, uh, anderen andere bewegingen gecorreleerd. En ze hebben gezegd, um, um, dat is vooral rente en uh, banken moet je, moet je redden. Okay. Ze hebben ook deze grafiek, dat is heel interessant. Ze hebben ze gezegd tussen 2018 en 2013 is die rente laag. Mm -hmm. Dus dat is het, het middenstukje. Ze hebben de, de rentegrafiek in drie stukken uh, geknipt. Even het linkerdeel vergeten. Deposit rate facility, dat is wat de centrale bank rekent aan banken. Ja. Nou, die wordt dus uh, nul of negatief. Om de boel te stimuleren na de kredietcrisis. zodat mensen meer krediet nemen. om uit die kredietcrisis te komen. Kan niet, zeg ik dan. En hebben ze, daarna hebben ze gezegd. ja, die rente die lijkt dan nul te zijn. maar die is niet nul. Want bij nul rente gaat die centrale bank. vervolgens heel agressief opkopen. Ja. En zij zeggen. dat is de shadow rate. En dan zeggen ze. ja, 0% rente. Um, en heel agressief opkopen. dat is hetzelfde als. min 8% rente. en niet opkopen. Wow. Dus eigenlijk is dat je koopkrachtontwaarding. Dus als mensen in die tussentijd denken van. Hey, ik heb geld op een spaarrekening staan en ik houd het een paar jaar vast, zodat ik dan een huis kan kopen. Ja. Maar ik, wil, ik heb gewoon een paar jaar nodig om een, te kijken wat een goed huis is. Ik heb een vriend die in die situatie zit. Um, dan kun je zeggen, nou, de rente is nul. Mm -hmm. um, zeg even nul. Dus ja, dan zouden de huizenprijs zou ook ongeveer stabiel moeten zijn. Dan zou er zouden niet te veel. Maar die gaan 8% per jaar. Maar die gaan 8% precies. Dat is wat er aan ja. de hand is. En dat is dat opkoopbeleid. Dus eigenlijk zit je al in een, in een situatie met een diep negatieve rente. Ja. Terwijl je dus eigenlijk had moeten verhogen. Maar dat doe je dus niet. Nou, en wat zijn de redenen? En dat hebben zij goed beargumenteerd uitgelegd. Er zijn twee redenen waarom de ECB dat niet doet. En de een is omdat de staatsschuld van Italië onbetaalbaar is. Precies, het gaat allemaal om Italië. Juist, je wil die boel bij elkaar houden. Ja. En een andere, en dat is heel uh, interessant, en dat is dat de aandelenkoersen van banken zijn na 2018 gaan instorten. Dus de bankiers hadden onderling al door dat er een nieuwe kredietcrisis aan zat te komen. Dat deze methode van meer drugs spuiten in iemand die toch al in slaap is gevallen, dat dat niet werkt, dat er een einde zit aan dat monetary en uh, aan dat quantitative easing. Daardoor begonnen die bankiers elkaars aandelen te dumpen. Ja. Dat is mij opgevallen en dat is een heel groot onderdeel van, mijn, uh, van, van de, mijn boek uit 2019 en ook wat er nu aankomt. En die ECB is dan vooral bezig met, hé, hey, hoe kunnen wij die banken redden? Ja. Maar oma dan, die op haar zolderkamertje zit met, die, uh, met dat potje. Die wordt niet gered. Daar, 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 daar is het, dat is het punt niet. Dit gaat niet om burgers, dit gaat om banken. Ja. Nou, en dit zie je dus. Um, uh, verergeren en verergeren. Um, want die rente is nu dus negatief. En je ziet een hele duidelijke onwil om die te verhogen. En Hij is nu er... wel uh, verhoogd. We, nee, we eigenlijk niet. 1,5 een, een, procent. Ja, dan, 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 en er is nu weer eentje aangekondigd van ik geloof een half procent. Uh, dus uh, uh, ja, half, half Maar je hebt nog steeds dat, dat uh, hele agressieve opko opkoopbeleid van de ECB. Ja, want eigenlijk moet je zeggen. Als de inflatie 17% is, ja. volgens Taylor, dan moet je veel harder uh, omhoog gaan. Ja. Dus dat vorige plaatje, dus, dat is wat dat betreft een beetje misleidend. Uh, ja, ja. Als je hier ziet van. Uh, ja, maar de, helemaal rechts zie je dat rode piemeltjes hier omhoog gaan. Ja. Dan kun je zeggen, ja, maar er wordt toch wel degelijk. Uh, ja, een het het druppel op de groene groen Ja, want plaats, als je die blauwe ja. lijn ziet, dan zou je dus veel agressiever moeten zijn. En er zijn ook weer redenen om dan niet meteen 17% rente te doen. Ja. Want en dan, kan, dan kan ik al zeggen, ja, Paul Volker deed het in de jaren 80 goed. Uh, want hij, ging toen, hij zei toen inderdaad: 15% inflatie is 15% rente ongeveer. Ja. Alleen toen waren de schuldenniveaus heel anders. Nou, ja. dat is het probleem hier. Dus het lijkt alsof die rode en die blauwe lijn samen de bocht omgaan. Mm -hmm. Maar wat je eigenlijk even in je hoofd moet inbeelden: ik had hem erin kunnen zetten, is dat die, het gaat om de kloof tussen die twee. Ja. Dus een hele hoge kloof is acceptabel. Zelfs als die blauwe lijn boven de 2% komt, de beleidsdoelstelling. Maar dat was dus al zo in 2018. Ja. Daarom zijn allemaal mensen, dus ook deze mensen van Euler RMS, en een aantal financiële journalisten, niet veel. Die was dat opgevallen van. hé, hey, je had volgens Telo had je nu je rente moeten verhogen. Dat ja. doe jij niet, je hebt andere belangen. Ja. Dus, dus je kunt zeggen, ja, het is een renteverhoging. Dat hele kleine piemeltje daar rechts, maar dat is hem eigenlijk niet. Ja. Want zo ga je de inflatie niet inhalen. Goed, en dit um, het grote verschil met de jaren 80 is natuurlijk ook dat uh, Volker. Toen in de positie was om eigenlijk banken um, uit te belen. Of eigenlijk de, de, laat ik zo zeggen, de, de, het bedrijfsleven een soort bailout te geven. En toen kwamen die schulden kwamen op de balans van banken uh, te staan. Ja, dat is, dat is ingewikkeld. Mm -hmm. uh, want, want je hebt twee, eigenlijk twee crisis in de jaren tachtig gehad. Je hebt ook nog de savings en loans crisis gehad. En dat is eigenlijk een kopie van of de, 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 de Huizenmarktbubbel van 2008 is gewoon een kopie van, van die 1987. Okay. Maar we kunnen hier een keer een uitzending over doen. Uh -huh. Want wat er toen is gebeurd is waanzinnig interessant met allemaal lessen voor nu. Ja. Maar dit wordt ingewikkeld voor de kijker als we bij CBDC... Oké, oké, okay, okay. laten we het over... Ja, sorry, je moet alles kunnen ja, vragen, ja, maar ik... Laten we, het, laten we het bij CBDC houden, inderdaad. Nou, waarom moet je dan een CBDC toe op, op een gegeven moment? Ja. Uh, waar die centrale bank uh, uh, achterkomt is dat... Um... Ik laat hem even hierop staan. Is dat... Als je dus langdurig die rente wil verlagen, dan ontstaat het probleem dat mensen gaan pinnen. Ja. En daarom zie je in de jaarrekeningen van centrale banken, zie je de discussie over CBDC, Central Bank Digital Currency, het alternatief voor contant geld, want dat is het gewoon. Mm -hmm. dat, uh, dan zie je die discussie opkomen van: wacht eens even, we hebben nu rente van bijvoorbeeld half procent negatief. Ja. Dus jij krijgt een hele kleine boete op jouw spaarrekening. Mensen zullen zich dat herinneren, dat je een brief krijgt van de bank. Ja. Want die, die bank die krijgt die negatieve rente doorgecijpeld uit de ECB. En dan zegt die bank, ja, nou dat geef ik dan door aan de spaarder. Precies. En dan kreeg je van die, van die brieven van uh, met hele rare percentages van die rente wordt nu 0,0001% negatief of zo. Dat, ja. dat voelde, de Rabobank heeft dat ook uh, gedaan. Ja, dan ging je vanaf een ton ging je betalen. Ja, en weet ik het. Ja. En dan wend je al aan het principe van. Maar je kreeg dus niet de hele rekening doorgecijpeld. Maar die, die banken hadden al door van oe, we moeten onze spaarders laat, laten wennen aan. Uh, ja. Aan negatieve rente toen zijn ze naar andere beleggingen gegaan zoals vastgoed bitcoin goud en dat is toen omhoog gegaan juist ja. daar laat ik me niet over uit maar nee daar gaan we gaan helemaal aan het eind gaan het over nog even één vraag want um, um, dan ben ik nog kwijt. sorry ga door maakt ja, uit je komt het wel zelf op ja nou dan hebben, mensen gaan dus spinnen om die negatieve rente te ontlopen dus de centrale bank zegt op een gegeven moment nou we hebben een half procent negatief op jouw spaargeld jij accepteert dat ja. Je gaat nog niet uh, rellen en weet ik wat. Mm -hmm. Hoewel het wel steeds, meer, uh, steeds gezelliger wordt op straat. Maar... Sorry, ik, ik weet wat ik... Ja? Die, met die geldcreatie van de ECB, dat is gaan zitten in die huizenmarktbubbel. Ja. Dat is natuurlijk ook lekker makkelijk. Als dat geld niet terecht komt bij de boodschappen en bij de uh, alledaagse economie, dan heb je dat uh, effect van inflatie daar niet. Dat effect van inflatie bleef eigenlijk hangen in die, in die huizenmarkt. Ja, ja Dus dat is, een, dat is een heel handige tool geweest om uh, geld... Printer aan te laten staan, om het maar even zo te noemen, uh, zonder dat je daarvan effecten krijgt in de reële economie. Dat is waarom ja, de inflatie zo lang zo laag blijft. Ja, maar dan, ik vind dus dat je die inflatie, dat je die, dat die rekening, maar we hebben het er eerder over gehad, dat die huizenprijzen ook in die inflatie moeten. Ja, maar dat is dus het vervelende met die. Maar modellen. dat was dus niet gedaan, dus daardoor zeiden de centrale banken van. Uh, we gaan gewoon lekker door, want die inflatie... Ja. ja, we doen extreme dingen, maar die inflatie gaat nog niet door het dak. Ja. Dus dit is, is acceptabel om hè, wat wij doen. Dus Omdat met lekker... ze de manier hoe ze inflatie berekenen steeds aanpassen. Ja. En die is eigenlijk ook al aangepast na de jaren tachtig. Want als we het jaren tachtig rekenmodel zouden moeten loslaten... op onze huidige cijfers, dan hadden we een inflatie... die veel hoger is dan die in de jaren 80. Ja, was. Maar, had, maar ik vind, je had in 2015 bijvoorbeeld al kunnen zeggen van... joh, je ziet dat de jeugd geen huis meer kan krijgen. We moeten nu op de rem gaan trappen. Ja, die rente precies. moet omhoog. Alleen dan zou Italië uh, niet meer zichzelf kunnen financieren. Dan zouden de aandelen van banken verder dalen. Zouden banken in de problemen komen. Ja. Dus dat was, het, dat was de motivatie van de ECB om te zeggen: Ja, jammer die stomme jeugd in de polder. Ja. Jullie hebben geen huis, maar. Uh, we hebben wel eventjes de boel weer bij elkaar gehouden. Weer ja. een dagje door gemodderd. Ja. Dat, is het, dat is wat er constant gebeurt. Nou, dat, daar zit dus een einde aan. Want als je dus op een half procent negatief zit... en je zou dan bijvoorbeeld naar 3% procent negatief gaan... Mm -hmm. waardoor wij die prikkel krijgen van... hé, hey, uh, er is geen reden om te sparen, laten we gaan uitgeven. Ja. Dan willen mensen die prikkel niet ervaren... en dan gaan ze, uh, ja, dan gaan ze pinnen. Okay. Nou, dan komt er een moment dat de ECB zegt... er gaat constant geld eruit. Ja. Dan is er een rapport uit 2020. En dit rapport van... En um, het heet Report uh, on the Digital Euro. Je kunt het, uh, ik zal het allemaal in een uh, documentje zetten dat mensen deze dingen zelf kunnen downloaden. Dat is van Fabio Panetta, die gaat hierover. Hij is de, de, ja, de grote CBDC-baas. En Christine Lagarde is gewoon uh, de president. En zij zeggen: Wij gaan CBDC invoeren. En um, ik vind het even een belangrijk zinnetje. Issuing a digital euro would be relevant for nearly everything the euro system does. And it would have pervasive effects on society as a whole. Nou, zijn wij allebei. Um, onze uh, uh, zieke uh, vriend uh, Robert Valentine. Uh, die dragen wij een warm hart toe. Ja. Hij is een beetje een libertariër. Hij dus is ik heel heb. Erg van libertariër. Uh, ja, ja, wel hè. Ja, ik, ik meen er zoiets. <laughs> hij, mij, hij is ook ver. Ja, je moet even op mijn, je moet even lijst worden. Bij die, uh, verkiezingscampagne is nog niet zo succesvol. Als het misschien ooit mm -hmm. zal kunnen zijn. Um, moet maar eens over hebben. Maar een van de dingen die, die ik met hem deel. en waar we allebei op aanslaan is dit. Ja. Als je een centrale bank hebt die zichzelf buiten de politiek plaatst, zogenaamd. en die gaat dingen doen die gevolg hebben op de samenleving als geheel. Ja. moet je dat niet met de Tweede Kamer afstemmen? Tuurlijk. Zou je daar geen referendum over moeten hebben? Zou je geen debatavonden in zaaltjes moeten hebben? Nou, die organiseren wij dan. Maar um, hoe, waarom, waarom ram je dit er gewoon eventjes doorheen? Ja. En het rare is, en wat mij echt, echt verbaast, ook aan Kaag bijvoorbeeld, maar ook. De woordvoerders van de VVD en D66, CDA bij um, um, in, in de vaste Kamer van de commissie voor Financiën. Die elephant in the room, the de room, de Paleoloxodon Namadicus, het beest woog 15 ton, hè? kunnen we aangaan. Kunnen we dat, dat is een Afrikaanse olifant en zegt niks. Nee, is inflatie, onze dus, inflatie, uh, is er niks bij. Nee, dus moet je moet je voorstellen dat het beest hier in de die is zo groot dat, dat wij kunnen onder zijn kop doorlopen, maar die, die Afrikaanse olifant zelfs. Ja. Zij noemen hier hm. zij noemen in Report on the Digital Euro noemen. Lagarde en Panetta... in alle openheid en eerlijkheid... laten we het zo eventjes noemen. Mm -hmm. Zij noemen een bepaald verschijnsel... Ja. dat nu in het Tweede Kamerdebat... compleet wordt vermeden. En in die politieke discussie erover. En dat is, en daar staat hij... de Effective Lower Bound... on Monetary Policy Transmission. En dit staat dus gewoon... Um, in datzelfde rapport... Report on the Digital Euro. Pagina 12, zoek het zelf op. Footnote 18. Een CBDC... Dus dat is digitaal geld in plaats van contant geld. Helpt de centrale bank. Met dat probleem van die nul. Van die, van die negatieve rente. Want als jij. Als jouw geld op een CBDC staat. En jij wil vluchten door te pinnen. Ja. Dan kan dat niet. Want dan blijft je geld nog steeds op die CBDC staan. Ja. Dus het gaat hier eigenlijk ook gewoon over het uitfaseren. Van. Uh, um, van, uh, van contant geld. Oké, okay, mag je een vraag stellen? Ja, als ik nee heb... zeg. Doe je het ook. Dus... <laughs> Ik heb geleerd altijd dat um, je kunt niet naar de geldhoeveelheid kijken zonder naar de omloopsnelheid van geld ja. te kijken. Stel je voor dat je in een economie een gigantisch hoeveelheid geld hebt, maar dat staat bij één iemand op zijn rekening en die doet er niks mee, dan heb je geen inflatoire ja, effecten. Klopt. Dus, dus omloopsnelheid keer, je hoeft, ja, precies. Je hebt geen prijsopdrijvend effect in de economie. Als ik naar het beleid kijk, vanaf het moment dat ze voor het eerst met die, met die blogjes van het IMF kwamen over die diep-negatieve rentes. Ja. Toen kwam daar in het kielzorg kwam natuurlijk de discussie kwam over. De discussie, de ja. En toen had ik al vanaf het begin het idee van oké, okay, ze hebben het idee dat je de geldhoeveelheid kunt af in de economie kunt afremmen, dat hebben ze losgelaten. Omdat ze het de rente als tool niet meer kunnen gebruiken. Nee. Omdat je die rare uh, tegen politieke Tegenstrijd heb dat Duitsland in feite ja. een lage of een hoge rente wil en Italië een rente, ja. omdat ze staatsschuld niet kunnen financieren? Ze hebben dat losgelaten, dus het enige wat hun nu nog rest, is de omloopsnelheid van geld te controleren in een economie. Dat past hier, dat past hier wel in. Het is um, dit, wordt ook een aparte uitzending, maar be, ben je het er mee eens dat het, dat ja. een van de drijvende factoren achter de CBDC is? Nou ja, je kunt in dit geval, dus ja, gewoon even ja. Want, ja. want als jij een CBDC hebt en het geld is programmeerbaar. En jij zegt, nou ja, uh, jij hebt bijvoorbeeld een zak contant geld uh, onder jouw matras liggen. En de centrale bank wil, uit oogpunt van monetaire stabiliteit, namelijk de economie aanjagen. Ja. Maar dat wil die centrale bank constant, hè, die rent niet meer. Dat zag je aan die grafiek. Ja. Dus als de centrale bank zegt: Ik wil graag dat jij dat geld uitgeeft. Uh, nou, aan de spaarrente kun je niet, kun je niet uh, uh, schroeven, want het was geld dat onder een matras ligt. Precies. Nou, dan moet dat geld onder die matras vandaan. Ja. Dat, dat contant geld dat moet in die CBDC. En daar kan de centrale bank, dan kunnen ze het heel mooi verwoorden, kunnen ze het omdraaien. Kunnen ze zeggen, nou, je krijgt 10%, 10 extra CBDC als je het binnen een maand uitgeeft. Precies, of sterker nog, je krijgt 20% minder als je het, als als je het je uitgeeft. niet uitgeeft. Ja, ja, zo kun je allerlei, zo kun je allerlei, um, ja, met, kijk met digitaal geld, hè, als je een compleet digitale omgeving hebt. Ja. Dan kun je in een financiële transactie, iedereen die een beetje bankaire ervaring heeft, weet dat. Ja. Dan kun je allerlei voorwaarden inbouwen. Die, die um, niet worden gehinderd door praktische overwegingen als Pietje gaat naar de geldautomaat fietsen en ik kan die rente op, die, op zijn gepinde geld uh, niet, uh, ja. niet beïnvloeden. Dus okay. natuurlijk, Goed, laten we ja. dat even bewaren. Ik wil niet steeds je verhaal onderbreken, maar nou ja, dat ja, dat laten we dat even dus, bewaren ja. voor uh, aan het. Ja, uit. maar die, dat komt hier helemaal. Uh, okay. dat, dat zul je zien. Dus okay. die um, uh, merk ook op. Hè, als ik zeg. Um, dat, dat is, merk we dat als ik dit verhaal, dit soort verhalen houden, zeggen mensen, nou, dan krijg ik best wel negatieve reacties, complotdenken, onzin, weet ik wat. Ja. Uh, merk op dat um, de ECB hier zelf zegt, however, to the extent that cash remains available in the economy, the, the objective becomes less relevant. En dat verband tussen men gaat pinnen en want de rente is negatief en met daarbij in het achterhoofd, als wij de rente nog verder zouden willen verlagen, zullen mensen klaarblijkelijk meer pinnen. Dat staat gewoon in het rapport Trends and Developments in the Use of Cash over the past 10 years. Is onderzoek van... van de ECB zelf. Ja, bizar. Dus zij meten dat gewoon. Zij zien wat er met die pinautomaten gebeurt. En ze zeggen. En zij, al zien, al... Een, zij zien een rente-effect. Negatieve rente, daar gaan mensen wat meer pinnen. Zij zien dat ja, gewoon. En dat, dat ondermijnt hun doelstellingen. Dat is wat ze hier zeggen. Ja, en die, die doelstelling is monetair beleid voeren. En het monetair beleid komt erop neer dat jij bedenkt wat jij wil. En dus dat, dat een econometrisch bij de economische of bij de centrale bank zegt. Uh, we willen de, de consumptie een beetje aanjagen, dus rente moet omlaag. Nou, dan hebben ze iets bedacht. En vervolgens ja. gaat het Open Market Committee, van, zoals dat heet van de ECB, die gaat dan dingen doen, die gaat iets doen met de rente, die gaat nog meer opkopen. Mm -hmm. uh, en dan werkt dat stimuleren niet, omdat mensen niet gehoorzamen, want mensen blijven op hun contant geld slapen die onder niemand ras ligt. Precies. Dat is wat hier aan de hand is. Okay. Um, daarom moet contant geld dus, uh, dus gewoon weg. Dat is het, en dat heet transmissie. Dat is even een belangrijk woord. Straks zie je een gaat Kaag, een Sigrid Kaag noem ik ook nog. Mm -hmm. En die gaat over transmissie beginnen. Okay. Ik denk dat de kans groot is dat toen zij met haar baan begon, dat ze niet wist wat transmissie is. Dat ze en dat, het nog steeds, en dat, dat ze het nog steeds niet weet, want ze zegt dingen die tegenstrijdig zijn. Ja. Maar transmissie is dus, centrale bank bedenkt iets, voert dat uit. Met zijn schroefjes die ze hebben. En dan luisteren mensen niet. Ja. Of, of wel of niet. Die, dat is transmissie. Die, dat, is, dat, is, dat is transmissie. Komt okay. het ook over. En dan komt Hugo de Jonge langs om de uh, transmissieproblemen op te lossen. Ja, hij gaat de huis even trans... Ja, uh, precies. Uh, uh, het bijzondere is, ik wil het even noemen. Dat in 2015 is er een heel groot rapport geweest van de Europese Unie. Uh, over de, het witboek van de toekomst Europa. En is er is gezegd, zoals het nu gaat, kan het niet langer. Want die centrale bank moet de boel bij elkaar houden. Gaat een keer tegen problemen aanlopen. En dat zal dan eind van het decennium gebeuren. Nou, corona maakte het allemaal duidelijk, maar het zou sowieso al, uh, je zou sowieso allemaal problemen hebben gehad dat, hè, dat het middel van die ECB-bot wordt. Mm het -hmm. hebben ze een heel, hele grote conferentie gehouden erover. Ze hebben mij ook uitgenodigd, vond ik heel leuk. Toch als niet alle grootste voorstander van de, van de Europese integratie, of tenminste ik zie wat uh, haakjes en oogjes. Het hebben ze vijf scenario's opgezet. Dan hebben ze gezegd van nou ja, moeten we misschien een Europa van meerdere snelheden hebben? Mm -hmm. Dat alle landen wel in de interne markt zitten en de euro, maar dat sommigen wel samen afspreken om banken te redden en anderen niet. Nou, dat kan natuurlijk niet. Want dan gaan alle landen met zieke banken gaan zeggen, ja, wij willen dat. Ja. Terwijl landen met gezonde banken, relatief, zoals Slowakije en Finland, die willen daar niet in zitten. Dus er werd in scenario's gedacht. Ja. Geen van die vijf scenario's, durft het overigens. Ik zeg het maar even aan om te zeggen van de euro is te ingewikkeld, we stoppen ermee. Nou, er is een conferentie geweest, ik mocht er ook zitten. Je ziet mij hier naast Timmermans nog voor zijn profetenbaard. En uh, hij was 20 kilo lichter dan. Ja. ja. Uh, en daarna werd hij, zoals jij dat zo mooi noemt, de belichaming van inflatie. Die, die geef ik aan jou. <laughs> dat zeg ik altijd over, uh, over die kasten. Ja. Ja. Dat, uh, dat is ook heel grappig. Hier is een, was een hele goede discussie, die duurde vijf uur. Mm -hmm. uh, ja, het is soms allemaal een beetje langdradig, ik kan er ook niks aan doen. Uh, en hij. Uh, Um, nou, noemde een aantal dingen die hij wilde, hij wilde doorgaan, hij luisterde, hij, hij, ging, hij was ook een beetje onaardig tegen die uh, parlementariërs van uh, hey, ik ben in Brussel een soort federatie aan het bouwen, ik ben onze dromen aan het najagen en dan beginnen jullie over praktische dingen met uh, ja, onbetaalbare huizen. Ja. Um, je ziet ook... Hij, wij, hij en ik, ik probeer nog een beetje met hem te praten, maar wij spreken een andere taal. Hij praat vanuit Brussel en ik vanuit de straat. Zo en vanuit zeggen. de dogma's die horen ja. bij de Europese gedachten. Ja. ja, hij zegt bijvoorbeeld, nou ja, we zien dat de uh, werkloosheid in Europa een uh, procentpunt is gedaald in twee jaar. Ja. Maar ik zeg maar, die gaan alle kanten op. Tuurlijk. Er is geen Europese werkloosheidscijfer. Ik bedoel, Griekenland gaat zo en Duitsland gaat zo. En hij zei: nou, maar dan vouw ik het bij elkaar en dan heb ik dit. Ja, dat, is <laughs> dat, was, dat, is, ja. dat is zijn realiteit. Dat is zijn realiteit. klimaat natuurlijk exact ja. hetzelfde. en zo kun, je, zo kun je doorgaan. En het interessante is, en ik raad iedereen aan om deze vijf uur toch af te kijken, ja. is dat ik heb toen een speech gehouden en ik heb gezegd van, nou, als je nu dus doorgaat, want mm. afbreken was geen optie ja. binnen die vijf scenario's. Dus in 2015 is al besloten. We gaan tot 2025 gaan we een complete federatie bouwen met eurobonds. Mm -hmm. Die moesten nog een naam krijgen, dat werden coronabonds. Ja. Maar het idee van we gaan door en we gaan tegen wil en dank met of zonder burger, gaan wij federaliseren. Dus in 2025 is het af. Dan heb je een federatie met een keizerin in, in Brussel. Dat is die Ursula von der Leyen, ja. bleek later. En um, dan hebben we geen parlementaire zeggenschap. Uh, op een redelijk niveau, want dan zouden mensen tegenhouden. En dat, en dat willen ze niet. Dus hier werd besloten van we gaan door. En ik mocht ook nog wat vertellen. Ik, nou, ik probeerde dat een beetje te temperen. Ik zag wat, uh, wat praktische probleempjes. Mm -hmm. met name de vrijheid, met de democratie, moment... ja, ja, vrijheid precies. van mensen. Als je zegt, nou we gaan banken redden, ja, ja. volgens mij hebben mensen daar geen zin in. Is dat. Toen... Maar dit is ook het moment waarop bijvoorbeeld D66 het referendum afschaften... ja, ja, Want dan had je over dit soort onderwerpen die nu dus komen, had je die. Ja. Had, je dat, had je dat soort dingen kunnen doen. En het grappige is, er kwam een Franse professor na mij. Mm -hmm. En uh, dan ben ik even zijn naam vergeten, het is echt heel onaardig. Maar okay. kijk het maar terug, het is slechts vijf uur, en die nee. reageerde op mij. En hij zei van nou oké, okay, ik ga wat uh, vertellen. En hij zei, nou, voor mij begon iemand, nou dat ben ik dus, over het democratisch gehalte van hoe is Europa dan democratisch georganiseerd. Ja. En hij zei van ja, het probleem met die redenering, dus met mijn redenering, is dat ik ik, ik bezie de Nederlandse democratie vanuit de Nederlandse traditie. Ja. Dus met wel degelijk een sterk parlement dat af en toe op de rem kan trappen. En die professor die zei: Van maar je hebt ook andere uh, Europese democratische trans, uh, tradities. waarbij het, de, de uitvoerende macht ook zonder parlement kan regeren. De Franse president is heel machtig. Ja. Als je erover nadenkt. In Frankrijk is de, de president die kan veel meer dingen doen dan de president in Amerika. Ja. Intern hebben die staten weer veel, veel meer macht. Ja. Dus elke elk land een beetje zijn eigen traditie. Ik heb gezegd, je, je bent dat aan het slopen. Aan het, je bent daarvan aan het afwijken. Je bent gewoon de democratie aan het omgooien met die CBDC hmm. en al die stappen. Dat is wat hier gebeurt. En die Fransman, die, prof, die, die professor, die zei toen van ja. Waarom, waarom moet je in Nederland zo hangen aan een Nederlandse parlementaire traditie? Ja. Ik bedoel, er zijn toch ook andere vormen van democratiebedrijven. En Precies. ik noem dit maar. En ook deze... Uh, als mensen zich vervelen, kunnen ze het helemaal terugkijken. Dan zien ze dat deel van het gesprek ook. En. Dan, dan, ik, ik noem het maar zodat mensen snappen wat de heftigheid is van wat er gebeurt. Ja. Dus de, de Nederlandse geschiedenis is niet meer leidend voor de mate waarin Nederland parlementaire democratie bedrijft. Die uitvoerende macht moet gewoon wat, moet, moet wat meer kunnen. En dan zit daar zo'n parlementariër in de zaal en die, die, die roepen wat. En dat moet je gewoon. Dat moet weg. Ja. ja. Dat is eigenlijk waar dit heen gaat. Daarom noemde ik dit plaatje nog even. Nou, wat gebeurt er dan op een gegeven moment? Um, er moet dan digitaal geld komen. Want als je die euro bij elkaar wil houden, dan moet die centrale bank de rente steeds laag kunnen houden. Er zal een moment komen dat er veel hogere Europese belastingen komen. En dan kun je op die manier de verschillen intern recht trekken. Maar er zal een tijd zijn dat die Europese centrale bank in een omgeving met negatieve rente heel lang moet blijven stimuleren. Om die verschillen kunstmatig dan maar weg te trekken. Met een huizenbubbel in Nederland tot gevolg. Dus je gaat gewoon een keer een digitale euro nodig hebben. En de wet, het wetgevingstraject daarvoor, um, um, de, nee, dat heet dan een call for evidence en een feedback. Dus dat, uh, staat, dit staat op de website van de Europese Commissie. Dus de Europese Commissie zegt, nou, dan gaan wij maar gewoon eventjes mooi digitaal geld bouwen. Het is digital euro. En het leuke is dat zij op 5 april hebben ze die website geopend. En dan kon je als Europeaan kon je reactie achterlaten. En toen hebben er uh, 19.257 mensen hebben een feedback ingestuurd. En die zijn unaniem negatief. Ik kan me nog goed herinneren. Ja. 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 En dat is vrij uniek. Hè? Want ik zeg altijd gekscherend. Maar die Ursula von der Leyen. Die had bijvoorbeeld haar beste vriendin Merkel kunnen bellen. Mm -hmm. En dan zeggen ze van. Hé uh, hey Angela. Je uh, had zoveel tijd. Je <laughs> <Kunnen> ze niet <laughs> maar het was schrijven op mijn website. Ja, inderdaad. Dat heeft ze niet gedaan. Nee. Dus zeg maar binnen die, binnen die 19.257 reacties. Er is niet één positieve. Ja. Het goede nieuws. Is dat de Europese Commissie eerlijk is. Want als het 100% positief was geweest, wat mij onwaarschijnlijk lijkt, dan hadden wij hier gezegd van die poll is uh, gemanipuleerd. Is gemanipuleerd. Ja. Nou, deze pol is niet gemanipuleerd, want anders ga je niet naar een 100% tegenstem toe. Ja. Toch gingen ze door. Dus dit, pri dit principe, dat heet een have your say. Ja. Dan wordt er gezegd van uh, uh, de, de, Euro de Europeaan, zegt die von der Leyen, dan moet weer dichter bij de beslissings. Uh, He, dus de, we willen de, de kloof tussen politiek en, uh, en burger verkleinen. De Europeaan noemen ze het steeds. Mm -hmm. Dus daarom gaan we dit invoeren. En um, dan mag je ook wat zeggen, maar ja, dan is de vraag: als iedereen tegen is wat doe je daar dan mee? Nou, wet werd dus, dus gezegd dat uh, we je gewoon uh, aan de kant. Want commission adoption 2023. Dan komt de wetgeving voor CBDC er. De ECB was er al mee bezig, dat zag je net vanaf 2020, zeker al. Dus uh, daar kan het hard gaan. Dus die ja. CBDC komt er gewoon. En, het is uh, insane. Het is echt insane. Ja, dat, dat, zonder burger. Dat, maar dat het, dat het democratisch proces. wat wij hier in Nederland kennen. gewoon aan de kant wordt geschoven. En ik bedoel, dat is natuurlijk ook de ophef die er over. Rutte en Kage en de D. en en de P van Azen, weet ik. al die gasten die gewoon. Europees monopolie aan het spelen zijn. Ja. Um, die gewoon onze rechtsstaat aan het afbreken zijn. Dat zijn ze aan het doen. Ze zijn je democratie aan het veranderen. En waar burgers wat vinden, wordt dat terzijde geschoven. En ik zeg ja. altijd: het probleem is dat die burger dat pikt. Ja, totdat nou ja, die tot lijmstemmen blijft blijft op pikt natuurlijk. En dan krijg nee. je hele pijnlijke situaties. Dat denk ik ook. En ik ben een groot voorstander van dat je dat vermijdt. Ja. Dat dus dat, je het, ook, dat ja. je het gezellig houdt in je democratie. Dat je de... Maar dan moet je allemaal naar elkaar luisteren. Dan kun je ja. niet zeggen: van hé, nee, dat zijn allemaal wappies. Die snappen niet uh, wat. Nee, de de wappies hebben je hier gelijk. Ja, de wappies hebben gelijk. Ja. Dat is de, de, er wordt gewoon over jou heen gewalst. Ja. Ik vind het even leuk om te zien hoe dat is gegaan. Als je dan die call for evidence, dus die, uh, et, waar ging het dan over? Nou, het ging dus om een digital euro voor de EU. Uh, en dan staat er ook onder van waarom doen wij dit? Dus de Europese Commissie, dat is even belangrijk om te noemen: de Europese Commissie is het dagelijks bestuur van de Europese Unie. Daarboven staat de Europese Raad en daar zitten de regeringsleiders in. Mm -hmm. Dus het is in wezen zo dat als. Een, bij een groot onderwerp, bijvoorbeeld een digitale euro. Rutte zou een referendum kunnen uitschrijven in Nederland. Of hij zou bijvoorbeeld gewoon een opiniepeiling kunnen houden. via een van de uh, bekende pollers, En dan zou hij kunnen zeggen: Nou, we gewoon even voelen wat is in de samenleving. wat vinden jullie van CBDC? Ja, nou, dat is, uh, ik, denk dat, ik denk dat ik weet wat er dan uitkomt. Volgens mij is er een onderzoek gedaan. 40% of 60% van Nederland moet het uh, niet. En 40% weet het niet of staat er positief tegenover. Dus een meerderheid hoeft het al. Niet. Meer, meerderheid wil het niet. Oké, okay, nou dan zie je dus wat er zou gebeuren. Dus maar in dat geval dan kan Rutte zeggen: Nou, ik luister naar mijn bevolking, ik ga mijn veto uitspreken. Ja. En wat er hier gebeurt, je weet nu al dat dat veto er niet komt. Ja. Het Kamerdebat van 23 november kun je ook gewoon overslaan. Want wat gebeurt er hier? Dat is echt best wel prachtig om te zien hoe die Brusselse politiek gaat. Die Europese Commissie die kan maar zover gaan als die Europese Raad het toelaat. Ja. Hier staat. In March, uh, even kijken wat het staat. Ja. 2021. Euro Summit called for a stronger and more effective digital finance sector. Oké. Okay. Nou prima. Op zich, weet je wel. Ja. Uh, yeah. Niks mis mee. Mm -hmm. More effective and resilient payment systems. Ik weet het niet hoor. Maar volgens mij, het betaalverkeer dat wij in Nederland hebben, dat werkt best wel naar behoren. Het is prima. Het is, ja. Yeah. En yeah. stated that exploratory work on a central bank digital currency, CBDC dus, should be taken forward. Ja. Yeah. Is interessant. Dus het verkennende werk voor het invoeren van de CBDC um, moet een stap verder. En dan staat er ook een bronvermelding bij. Leuk is als ik in die bronvermelding kijk, dan staat er iets anders. Dan staat er exploratory work on the possible introduction. <laughs> Dat is iets heel anders. Dat is een onderzoek. Ja, het is possible gaat eruit. Ja. Ja. Dus hier zit Wopke Hoekstra bij. Dus een jaar eerder. Hij is dan demissionair omdat zijn eigen belastingdienst die heeft afschuwelijke dingen gedaan. Met die toeslagenaffaire. Ja. Die toeslagenaffaire is nou een voorbeeld van wat gebeurt er als digitalisering doorschiet. Als je te veel vertrouwt op computers en op algoritmen, je krijgt een te onmenselijk systeem, dan wordt dat ook anti-menselijk. En dan ga je mensen die gewoon compleet onschuldig zijn, ga je allemaal nare dingen aan. Ja, precies. Daarom is die regering gevallen. Daarom was Wopke Hoekstra demissionair. Het ging bene om zijn eigen. Uh, departement, waar mm -hmm. toen ook nog verkiezingen, dus hij maakt een verkiezingsprogramma en dan zegt hij van, en uh, ja, maar die digitalisering mag ook niet zo zijn dat jouw digitale identiteit straks wordt gebruikt om uh, handel en uh, ja. jouw persoonlijke data mogelijk te maken. Ja. Vervolgens gaat hij naar Brussel, doet hij exact het tegenovergestelde. Ja. Ik vraag me, als ik hem nog een keer zie in deze dagen misschien bij zo'n zo euro gebeuren of bij zo'n, uh, want er komen hier allemaal vergaderingen en dingen over, zou ik hem dat ook nog vragen, van hoe, hoe, krijg, je het, hoe krijg je het over je hart? Hoe, hoe, kun, jij, hoe kun jij zo zijn? Ja, hoe, is, hoe kun je dat, dat is Van uh, Huis vroeg in zekere zin aan Christine Lagarde zei, how do you sleep at night? Ja. En dat ze zei van ja, I have to sleep. Weet je, ik bedoel, ja, hij, hij moet dit doen ook. Weet je? Ja, kan, je kan ook een referendum houden? Ja, maar ik, ik vraag me af in hoeverre deze mensen gedreven worden door een ideologie. Het idee van we moeten oorlog vermijden en daarom Europa enig groot Europa hebben. Ja, het, het is ideologisch. Je zag dat in ja. 2015, dat vijf-presidenten rapport, daarom is die conferentie over de toekomst van Europa er. En daar, daar komt gewoon uit. Ja. Zijn er zijn wat mensen zoals ik, die mogen dan ook wat zeggen. en dan oké, okay, nou wegwezen. En ja. uh, in, in feite wordt er dan gezegd, we gaan gewoon door. En de centrale bank moet, moet gewoon veel machtiger worden. Ja. Want die kan het dan voor je voor, voor je oplossen. Maar ja. je, wordt, je wordt in Nederland, want we hebben nog wel verkiezingen, we hebben nog wel een parlement, nog wel. We hebben hier wel verkiezingen waarbij Wopke Hoekstra, zijn eigen CDA-mensen zijn achterbal moet aanspreken en zeggen. Hè, volgens mij de gemiddelde CDA-kiezer, mm -hmm. die heeft helemaal geen behoefte aan het principe dat zijn data dat dat een product wordt. Maar waarom? Want, want dat zit hier ja. ook achter hè, met die digital identity ja, wallet. Dus hij schrijft van nou ik ga dit niet laten gebeuren. Big Tech mag geen monopolie krijgen over uw, uh, ja. over, over uw data. En vervolgens gaat hij naar Brussel, bouwt hij die digital identity wallet, die gekoppeld wordt aan jou CBDC. Dat zal ik zo laten zien. Mm -hmm. Maar dit is hoe het dus ging. Dus er wordt gezegd: Nou, exploratory work on the possible introduction. Ja, dat werd opeens possible. Ging weg. dat ja. komt er gewoon. En dit is ook politiek niet. Uh, het voor een demissionaire minister van financiën. Dit is ook niet problematisch, want je vraagt om een onderzoek. Maar het rare, ik blijf het zo insane vinden dat die gasten A zeggen en B doen. Ja, maar, en, en ik zeg erbij en ik, ik vind het raar dat de bevolking dat pikt. Ja, dat vind ik ook raar. Dat, dat, ze, het, zo... dat ze en het zijn er steeds meer die het niet pikken en die zoiets hebben van, oké, okay, fuck het, dan stem ik op een van de uh, nieuwe uh, ja, alternatieve partijen. Het probleem ik is ook van alles interessant, die zijn uh, allemaal pro EU. Dus er, er is alleen Forum en ik denk Pvv zijn anti-Europa ja. en Pvv weet ik niet eens zeker eigenlijk, maar, en de LP natuurlijk. Maar goed, ja, okay. dat is de, dit is kijk, dit is hier, hier had eigenlijk gewoon de Kamer al op de rem moeten trappen, zijn eigen CDA had dat kunnen doen. Maar mm -hmm. goed, we hebben nu met uh, we hebben gezien hoe de relatie is tussen ministers en de de, de, de bijbehorende partijen in de Tweede Kamer. Dat is gewoon hetzelfde. Ja. Uh, maar hier had de Kamer moeten zeggen, wacht eens eventjes, dit is, hier wordt gevraagd naar een onderzoek, zo lees ik dit. Ja. En de Europese Commissie zegt op dat moment van, oh jullie willen dat onderzoek, nou dan voeren we de wet, de wet vast in. <laughs> dat is eigenlijk wat hier gebeurt. Dat is toch ook een soort onderzoek? Ja, van, ja laten we het gewoon doen, we gaan het ja. gewoon doen en kijken wat er gebeurt. Ja. We gaan die olifant in het begin gaan we aaien, kijken wat er ja. gebeurt, en dat is ook onderzoek. Ja. Nou, dan is de volgende stap, en dat staat gewoon in dat wetsvoorstel, dat er wordt gezegd, nou oké, okay, die digitale euro die komt er dus. We doen het, het onderzoek waarmee we het ook meteen doen. Nou. Die het uh, Digital Euro heeft nodig: een, een, een European Digital Identity Wallet. Mm -hmm. Want je gaat straks inloggen op een systeem en daar ga je mee betalen. Ja. Het wordt dus niet token-based, zodat je een digitale euro hebt die op je telefoon zit. Maar het wordt gekoppeld aan een systeem waarbij jij moet inloggen. Dit vind ik heel interessant. Even een technisch dingetje. Ja. Ik heb het idee dat de uh, opkomst van deze discussie samen viel op een gegeven moment met. De QR-code. Nee, nee, nee. Met de, uh, we hebben in uh, 2009 is Bitcoin. Uh, ontdekt. Toen krijg je, daarna kreeg je een fase waarin vaak werd gezegd van, ja, het gaat niet om bitcoin, het gaat om blockchain. Dat is de technologie. Ja. En dat is waar die hele CBDC op gebouwd is. Het grappige is dat dat hele blockchain verhaal is inmiddels alweer helemaal weg. Ik bedoel, central bank digital currency, het betekent letterlijk niets. Het is namelijk, oké, okay, het is van ja, de central ja. bank, het is digital, maar de euro is al. De, eigenlijk is de euro al een central bank digital currency. Ja, je hebt, je hebt hem al. <laughs> het is er al, ja. Behalve well, dat ze dus blijkbaar, dat is niet genoeg. Het moet nog iets anders zijn. En wat jij nu programmeerbaar zegt... Programmeerbaar moet hij. Het moet programmeerbaar dat zijn. Is een en het cash element moet weg. Ja. Dus de, de, de analoge central bank, uh, of de, de gewone bank analoge uh, currency die moet weg. Ja. En dan hebben we alleen nog die digitale currency, wat de euro nu al is. Alleen we leggen er een laag van. Uh, programmeerbaarheid op, uh, op wat, ja. wat deze uh, uh, database eigenlijk is. Je identiteit eraan vast en je hebt gewoon een fantastische surveillance tool. Ja, dat is het. En dan moeten er een. En zijn er zijn een aantal. Uh, kijk, dit filmpje, dat, uh, dat wordt dan uh, ook door medewerkers van parlementariërs. Ja. Zoals die brekelgozer van de VVD. Die krijgt dit dan ook en dan moet hij dit gaan kijken. En, oh, hebben we die wappies weer en zo. En, ja. en dan zeggen zij van: ja, wij hebben toch op papier gezet dat. Uh, dat het niet programmeerbaar mag zijn, want we hebben een motie aangenomen. Ja. Alleen als die niet programmeerbaar is, dus je kunt hem compleet privacy veilig houden. Ja. Waarom heb je dan een digital identity nodig waar het in zit? Ja. En dat is, dat is compleet strijdig met elkaar. Dus maar weet je hoe ze dat gaan oplossen? Ze gaan een beetje privacy doen. En dat betekent tot betalen. Tot 100 van... euro of zo, ja. ja. Maar maar dat, dat heb je dat nu, dat al. Heeft ja. nu al gezegd. Weet je? Tot 100 euro heb jij privacy. Ja. Daarna niet meer. Maar dat betekent... Maar dan kun je daar 50 euro van maken. Maar voor 100 euro koop ik niks. Hè? Het ging dan zogenaamd om witwassen tegengaan en terrorismefinanciering. Precies. Als ik nu voor 100 euro ja, de inflatie in... Uh in de Gazastrook, die uh, 020 Gaza neemt ook toe, uh, ik kan geen Kalashnikov meer kopen. Nee, zeker 100 niet. Piek. Dus op een gegeven moment, je zit altijd, Krijg je, je, wil wel, je wil wat doen, je zit altijd al, uh, ja, ja. moet ik moet, moet weer in Natura gaan betalen. Met, met de, een koe en een <laughs> ja, schaap, schaap, schaap en een kippen en dan weet ik het. Ja, nee, maar goed, dit vind ik een mooi zinnetje. Dus staat ja. er van, ah, oké, okay, um, hoe gaat die CBDC eruit zien? We hebben een European Digital Identity Wallet nodig. Ja. Want je, hebt dus een, je moet inloggen op een systeem, waarin dan inderdaad al jouw transacties uh, sla, staan opgeslagen. En um, die European Digital Identity Wallet, waar kwam die ook alweer vandaan? Hey, het, staat oh, onder. het staat eronder. Ja. Het staat eronder. Er staat gewoon een persbericht onder, mensen, mensen het niet geloven, IP underscore 21 underscore 263. 263, dus dat is het persbericht van het jaar van de Europese Commissie. En wat lezen wij daar? Dat um, ten eerste bovenaan staat een interessant zinnetje, Users in Control of their data. <laughs> De European Digital Identity Wallet will enable people to choose which aspects of their identity data, certificates they share with third parties. Wacht. Maar, nou, maar om, de, om die keuze mogelijk te maken, moet je eerst even alles delen met de ECB. En maar met dan moet je Want anders heb je geen data. Precies, en anders heb je ook niet de mogelijkheid om te kiezen. Weet je? Ja. Ik, bedoel, ik kan er nu voor kiezen om niets te delen met niemand niet. Nee, want ik geef jou straks vijf piek voor dat broodje, voor dat broodje Precies. haring van het. En daar is het dus. Inderdaad. En dan is er geen data, want dan kunnen ze ook niet. Die, want in die data zit ook geld. Want dan kun je zeggen, ja. ja. Van goh, Arno haalt dan elke woensdag als hij naar Viva Valentine gaat bijvoorbeeld, haalt hij haring. Nou kan de haringboer die kan dan zo'n uh, ja. zo logistieke systemen, kan hij dat gebruiken. Bijvoorbeeld supermarkten werken zo, denk aan de bonuskaart. Ja. Maar die data ontstaat pas als je het opslaat. Ja, er, zit geen, er zit geen waarde in data die, die niet bestaat. Ja. Dus het hele idee van ja, maar het wordt anoniem en we respecteren je privacy. Ja, dan kun je niet handelen in die data. En dat hebben we de vorige keer genoemd in dat video over totale controle. Mm -hmm. Met de European Union Data Space, dat bedrijven gewoon die data kunnen kopen. Dus je gaat dat wel degelijk opslaan. Tuurlijk. Dus lieve VVD, uh, voor, voor die brekelgozer weer. Want die, die moet dat dan toch kijken, want uh, bijna niemand schrijft hierover. Ja. Wij, wij hebben het er nu over. Dus die Kamerfractie zal dit toch mee moeten nemen. Dus wij worden... Het begint op wel te komen, wij, heb ik het idee. Ja, er zijn er een paar. Ja, ja, maar, maar het is ook omdat nu de, de publieke discussie losbarst. Omdat er nog over gestemd moet worden. Ja, laten we dat, laten we dat ja. vooral een beetje opstoken, die politieke discussie. Want Inderdaad. die publieke discussie, want dat is dus nogal wat. Ja. Maar dat is wat er nu dus gebeurt. Dus uh, die Kamerleden, die dan dit, dit fragmentje... Dus wij worden nu afgespeeld in de Tweede Kamer. Mm -hmm. Of straks, hè. Leuk, leuk idee. En dan zullen ze meteen zeggen, ah, die twee gekken daar, weet je wel, die, die snappen er niks van. Ja. Want we hebben die motie aangenomen, die zegt dat het anoniem moet blijven. Dat je privacy moet worden gerespecteerd. Ja. Nou, maar uit die documenten die ik net liet zien van de Europese Commissie en de ECB, blijkt al dat dat niet zo is. Maar ik vind dus hoe dat werkt, in, ja. hoe kunnen zij nou al van tevoren zeggen van dit gaat ingevoerd worden? Terwijl er nog wel degelijk een, 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 ook al is het een schim van een democratisch proces, maar er moet nog over gestemd worden. Ja, dat is dus heel grappig. Hoe dat gaat, dat is dus dat, dat, is dat mechanisme tussen de Europese Raad en de Europese Commissie. Mm -hmm. Dus dat zijn de twee belangrijkste uitvoerende instituten van de Europese Unie. Ja. Die uh, notulen tussen die twee, die zijn geheim. Of tenminste, als je notulen opvraagt, dan staat er van, in de Raad werd CBDC besproken, punt. Ja, okay. En dan ja, zou ik willen zeggen, maar wat, wat dan? Ja. Precies. Nou, die Europese Commissie kan pas verder gaan als ze geld hebben. Daar kom ik op. En als ze zeker weten dat die Raad, waar hm. Rutte in zit. En soms neemt hij minister mee, zoals Kaag of Hoekstra. Of landbouw, dan neemt hij zijn Landbouwminister mee. Dat is Europese Raad tegenover de Europese Commissie. In Brussel zitten ze ook tegenover elkaar. Hè? Je hebt daar één straat en dan zit hier de Raad en daar zit de Commissie. Okay. Die Europese Commissie kan pas aan de slag gaan als ze zeker weten dat ze niet met een veto worden. Uh, beantwoord. Dus wat er ook in Nederland gebeurt, Rutte heeft er scheid aan. Rutte heeft die scheid aan, want waarom doet die Europese Commissie dit? En dat kon je hier al zien. Omdat ze al, Rutte heeft al lang gezegd dat het er gaat komen. Ja. Het idee van dat onderzoekende werk, dat is gewoon invoering. En als Rutte zei van, ho ho, wacht eens eventjes, uh, uh, onderzoekend werk is niet hetzelfde als invoeren... Behalve dat hij Nederland dus als één grote test uh, reageert is, maar, uh, maar zo ziet hij dat dus. Ja. Want als hij, hij had toe moeten zeggen. van wacht eens eventjes. Ik was demissionair toen ik dit voorstelde, dat onderzoek. Ja. Dus ik mocht eigenlijk helemaal geen heftige dingen doen. En nu gaan jullie alvast aan de slag met dat hele project. Ja. Het feit dat de Europese Commissie daarmee aan de slag gaat. betekent dat zij op voorhand al weten dat Rutte dit toch niet gaat blokkeren. Ja. Er komt nooit een Nederlands veto. Tenminste onder Rutte. Maar Rutte, die zit er nog even. Er zal nooit een Nederlands veto komen tegen CBDC. Ja. Um, als dit wel komt, dan um, word ik een week lang vrijwilliger uh, in de, voor het van de Kamerfractie van de VVD. Ja. In D66. En dan ga ik al jullie, <laughs> ik maak jullie bureaus schoon. Ik, ben, ik, ben ik ga jullie schoenen Het gaat nooit gebeuren. Nee, dit gaat gewoon door. En, ja. Maar dat is dus het akelige hieraan. Aan zo'n Kamerdebat. Dat wordt dus gewoon een show. Ja. Want de Europese Commissie die dient dit wetsvoorstel in. En Rutte moet... is de enige die erover gaat. Hij kan het tegenhouden. Ja. Maar die commissie weet dat hij dat niet doet. En waarom niet? Omdat hij omdat die commissie die kreeg notenbenen van de raad met daarin Rutte als voortrekker van doe dit maar. En als alternatief moet dus echt het kabinet vallen. Ja, het kabinet Rutte moet vallen weg... om dit tegen te houden. Ja, ja inderdaad. Nou goed, dat, dat hoop ik dat dat gebeurt. Maar dat lijkt me sterk, omdat het een ontzettend abstract onderwerp is. Ja. Maar ja, ik die, die, die 1500 kinderen. De, de, iedereen snapt het drama daarvan. Maar, maar dit, dit is moeilijk. Slavernij ja. in een digi digitale slavernij is een heel abstract idee. Ja, en je krijgt, want je gooit echt je democratie om. Daar, ja. blijf, daar blijf ik bij. En uh, als je straks ook negatieve rente weer hebt, uh, maar die heb je eigenlijk al als die inflatie niet wordt bestreden, want je koopkracht gaat omlaag en omlaag. Ja. Um, ik ga hier vrij, in mijn boek ga ik hier vrij lang op door. En op een gegeven moment, ik lees het net terug, de geredigeerde versie. En ik ben wel een beetje dramatisch over die democratie in in geschiedenis. Maar je gaat natuurlijk wel, wel degelijk toe naar een situatie. dat een niet gekozen uitvoerend orgaan. Mm -hmm. dat buiten de politiek staat. dat ja. mag gewoon eigenlijk geld van jouw rekening trekken. en beslissen wat jij doet met je geld. Ja. Maar het mag het ook innen. Dus je krijgt gewoon belasting zonder. Parlementaire controle. Nou, en het, dat, is, dat is helemaal niet modern. Dat is gewoon middeleeuws. Precies. En wat erg ook nog is, het is allemaal om een probleem op te lossen wat in de eerste plaats al niet had moeten bestaan. Ja. En dat is het weerde. Ik bedoel, we zitten in een kredietcrisis en een kredietcrisis los je af, op door je schulden af te lossen. En als je dat niet doet, ja, dan kan je in allerlei bochten wurmen, maar je gaat niet dat probleem oplossen. Dat is het. Het is het ultieme doormodderen. Dus ja. het doormodderen eindigt in een soort financiële dictatuur. En dat is waarom Poetin zo ontzettend. Uh, stok tussen die spaken steekt, omdat wij. Kunnen... Nou, wacht even. Die Poetin, die, ik laat zometeen nog een document zien oh. van de Nederlandse, de Nederlandse regering, dat de ja. Nederlandse regering zegt: Van dat kan heel goed werken, want Poetin heeft het ook. Wat een CBDC. Ja, je hebt allerlei vormen van digitalisering. De digitale overheid. Maar ik zal het je zo laten zien. Nou, ja, daarin ja. wordt Rusland heel vaak. Maar dat rapport van Kaiser Olongeren dat is nog van voor die oorlog. Oké. Okay. Uh, maar dat laat ik je zo zien. Dus okay, ja. Rusland wordt dan als lichtend voorbeeld gezien van hoe een overheid met zijn burger moet omgaan. Jo. Handig als de overheid alles weet. Oké, okay, nou laten we het daar dan zo Ko over komen. We op. Ja. Maar goed, je hebt die European Digital Identity Wallet nodig. Alleen het was burgers niet uit te leggen waarom ze dan aan deze digitalisering mee moeten doen. Precies. Want je bent alleen maar bezig om banken te redden. Ja. Niemand wil dat. Nou dan doe je het op deze manier. Digital Identity Wallet. Waar financieren we dat van? En dat staat eronder. Member states have foreseen projects for the implementation of the e-government solution, including digital identity in the National Plans on the Recovery and Resilience Facility. En dat was een corona... Dat was je corona fonds. Ja, precies. Dus die QR-code die is gelanceerd, die wordt doorgerold. En dat staat ook gewoon op de website van VWS. Ja. We hebben al die software gebouwd, we hebben ermee geëxperimenteerd. Die experimenten waren al voor corona aangekondigd. Ja. Wel gewoon een digitaal paspoort. Want het moet om deze reden. Ja, ja dan ga je dat niet weggooien. En ja. het akelige aan dat RRF, dus dat herstel- en veerkrachtplan, zo heet het in het Nederlands. Um, maar dat in, in Brussel noemen ze dat gewoon het corona-fonds. Ja. Want het was ingesteld vanwege corona. Precies. Um, ja, daarbij werd gezegd dat hè, de pandemie uh, vereist dat. Ja. En in dat plan staat dat uh, 20% van dat geld moet naar digitalisering. Ja. Anders krijg je je coronageld niet. Maar ik dacht, dat, het lijkt mij heel redelijk, dat ik wel eens vaker genoemd dat je dan verpleegkundigen misschien een hoger salaris geeft. Ja. Want die mensen doen fantastisch werk ja, en die kunnen geen huizen meer kopen. Dat had ik het gesnapt. Hè? Als je zegt, nou, ja. we gaan samen in Europa iets doen voor de, voor de zorg, voor de verpleegkundigen. Ja. En met die verpleegkundigen als schaamlab ga je een, ga je een dictatuur bouwen. Ja, zeg zeg het is gewoon krankzinnig. Het is een narrow window of opportunity. Dat is hem. Ja. Dat Nederlandse aandeel in dat coronafonds, dat is ongeveer 45 miljard. Ja. En daarvan... Dat maken wij over aan. Ja, dat Brussel. wordt geleend. Oh, dat, dat lenen wij. Ja, dat leent de Europese Commissie. Ja, oh ja, met Nederlandse het, uh... met, met Nederlandse dekking. Dus ja. wij krijgen straks Belastingverhoging ja. als Nederlandse belastingbetaler. Dat kan via BTW en allerlei klimaatmaatregelen. Inflatie? Um, ja, het is rente op obligatie, moet je praktisch echt terugbetalen. Oké. Okay. En uh, dat is het uh, Carbon Border Adjustment Mechanism. Dat is met kerst van 2021. Is dat ook eventjes aangekondigd dat de Europese Commissie CO2-belasting mag heffen? Die uh, inkomsten en het binnenstroom van geld mogen zij gebruiken om die euro- of die corona-obligaties af te lossen voor 2058. Jezus. Dus in 2058 wordt er nog een Europese obligatie afgelost, als de Europese Unie dan nog bestaat. Ja. Met betrekking op het tijdelijke probleempje van corona uit 2019. En iedereen uh, vindt dit normaal. Maar ja. ja, dat is dus dat Recovery and Resilience Facility. Daarin staat, je krijgt pas coronageld. Mm -hmm. Als je a. luistert naar de commissie. Dus Frans Timmermans wilde bijvoorbeeld dat Nederland iets zou doen met hypotheekrenteaftrek voordat we coronageld kregen. Ja. Ik nog steeds in de veronderstelling verkeerde dat het om een pandemie ging. Ja, precies. Ja. Uh, wat wel in dat fonds staat. Want ik had hier wat op Twitter over gezegd. En toen had K gereageerd op mij. Oh. Dus um, nou, geachte mevrouw Kaag, beste Sigrid, hartstikke leuk. En yep. ze zei ja. Um, dat corona-fonds regelt ook bedden. Dus het Nederlandse aandeel is twee uh, IC-bedden. We krijgen meer ja. IC-bedden. Okay. Dus we gaan eerst geld. Um, zijn die er al? Want die zijn er volgens mij nog niet. Nee, die komen volgend jaar, dat zijn er 67. <laughs> 67 IC-bedden? Nadat nou, we er duizend hebben wegbezuinigd. Ja. ja. Dan krijgen we de 67 extra uit dit fonds. Ja. En voor, voor die twee, of 45 miljard, dat is ongeveer 650 miljoen, miljoen euro voor één IC-bed. Nou, je zal er maar in liggen, weet je. Ik bedoel, ben ben toch blij dat het. het gaat geldt. wel een vlaggetje op van dit, dit bed is mogelijk gemaakt door de. Precies. Een Oekraïne-vriendelijke CO2 uitsrijdneutrale. Ja, ja, absoluut. absoluut. Genderneutraal is het ook. Alle uitgaven ja, uit het Dat maakt zijn extra duur. Ja. ja, staat ook in dat fonds. Hè? Ja. In, dat, in dat plan. Uh, Nederland krijgt alleen dat geld. Als we alles genderneutraal uitgeven. Dus je mag ook geen uh, geld zomaar geven aan. Uh, Projecten voor uh, zonnepanelen. Ja. Want heel veel mensen, mensen met of zonder baarmoeder. die zonnepanelen aanleggen. dat zijn vaak mannen. Ah, tuurlijk. Dus dat op die manier wees. kun je de genderkloof vergroten. Dat mag ja. niet. Dus dat ja. moet ja. ook weer. En dat is het schandalige. Er gaat dus 42 miljard euro. Wordt er, dus onze staatsschuld. wat op ons rust. Mm -hmm. gaat met 42 miljard euro omhoog. Ja. En voor dat geld krijgen we 67 IC-bedden. Ja. Dat is uiterst ondoelmatig. Waarom, waarom kost één IC-bed 650 miljoen piek? Ja. Om, het geld gaat helemaal niet naar de zorg. Het gaat hieruit, wordt, wordt er 162 miljard euro minstens gereserveerd voor die digitalisering. Ja, flinterdunne onderbouwing ook. En... Dat is het. Dus, je, dus dit, <kijkt> die corona, die pandemie, wordt gewoon misbruikt om dit paspoort door te voeren. Ja. Want anders hadden mensen dit nooit gepikt. Ja. Dan had, je, dan had je belastingen moeten verhogen of dan had je de begroting moeten aanpassen. Nu kun je zeggen: Oeh ja, dus de pandemie, het is allemaal nodig. Ja. En, um, en je krijgt dus pas je coronageld als je gaat digitaliseren. Ja. En dan kun je dus allemaal dit soort dingetjes doen. Um, dus zo komt CBDC er. Dus CBDC is nodig om die negatieve rente mogelijk te maken. om die banken te redden. en Italië in de eurozone te houden. Ja. Dus daarom moet die rente omlaag. Nou, dan moet contant geld weg. Contant geld wordt vervangen door CBDC. CBDC kun je alleen invoeren. als je ook een digitale identiteit hebt. want je krijgt een nieuw inlogsysteem. Uh -huh. Alles over privacy, wat er wordt gezegd, is dus onzin. Want alle data zitten erin, wat er ook boven staat. Anders kun je er niet in handelen. Volgens mij bestaat het al. Het EID. Ja, ja dat weer. bestaat ook. Ja. Je kan ermee inloggen bij de KVK. En dat ja. Soort en daarmee je... en, en straks komt daar je dan je CWDC in. Ja. En je krijgt dat en dat is allemaal gefinancierd met corona als, uh, als excuus. Het staat hier gewoon letterlijk. Dus als mensen er ja. ook op willen aanvallen prima, maar het staat er letterlijk. Ja. Het grappige is dat er dan nog een. Uh, er komt nu dus een debat over de digitale euro. Ja. En er zit dan ook een brief in van Kaag en die vind ik heel leuk. Herziene Convocatiecommissie, wat ja. Digitale Euro. Nou, en wat zien we dan? Um, wat gaan we doen met die? Uh, um, wat gebeurt dan? En Kaag zegt dan: van, oh ja, oké, okay, CBDC. Ze zegt nou, het is belangrijk dat het momentum vasthouden. Ja, dat, dat, dat had jij getweet. Ik heb dat dan al achter. Welk momentum precies? Wel, want hij was toch aan het onderzoeken? Of is het momentum of is, gewoon. Of is het, het moment het, het uh, we drammen alles er doorheen. Ja. Uh, maar dan momentum. ben je dus al begonnen. Dan ben je dus al begonnen. Want dat is momentum. Momentum is beweging. Ja. Dan je bent al begonnen op het moment dat je het nog met de Kamer moest bespreken. En dat, ja, vind, dat, vind, dat vind ik best akelig ja, dat, dat, dat awesome. je dat zo doet. Ja. Nou, het staat er nog meer in die brief. Het staat er dienen waarborgen te zijn voor de financiële stabiliteit en de transmissie van het monetaire beleid? Hier daar voor het het trans -transmissie. Trans transmissie, daar is ja. die. Um, en daarna, maar goed, die transmissie, dat zou betekenen dat die centrale bank jou kan sturen. Ja. Dan staat er er dienen waarborg te zijn voor de financiële stabiliteit en de transmissie van het monetair beleid. Daarna staat er meteen, de privacy van gebruikers moet zorgvuldig worden vormgegeven. <laughs> dat kan dus niet. Jawel, ze zijn het aan het vormgeven, toch? Wat is vormgeving? Ja, precies. Dat is, okay. Het wordt afgepakt ja. en ja. Uh, opnieuw verpakt en terugverkocht als zijnde privacy, ja. maar dat is het niet. Nee, dus ik heb je een heel mooi vogeltje en ik, ja. ik geef er een klap op en dan is hij dood. En dan zeg ik, ja, dat is ook vormgeving. Ja, dat is ook vormgeving. En dan pak je een mooi briefje okay. en een strikt eromheen en dan tada, daar zit Slim is het. Ja. Ja. En uit die vorige, dus gewoon hoe de Europese Commissie dat ziet, met goedkeuring van die raad. En Kaag zou ook Rutte aan kunnen sporen en zeggen van, joh, je gaat nu zo'n inbreuk doen op de democratie. Ik ben, ik ben Sigrid Kaag, ik ben van D66, Democraten66, ik ben de referendumpartij. Mark, stop dit, want anders wil ik een referendum, ik noem maar wat. Ja. Dat had zij ook kunnen doen. Maar zij is in die hele ontwerpfase, is ze al lang bezig en zij heeft al die stappen gezien waarbij privacy wel degelijk wordt geschonden. Ja. Dus ofwel ze snapt het niet. Dus ze snapt het prima. het is niet zo moeilijk ja, om te begrijpen. Nee. Ik, bedoel, we... ik snap het ook, dus dat moet kunnen. Ja. Kaag kan het ook al. Maar dan heb je ja, nog of een. Of ze doet dit dus bewust? Maar zij zegt er moet een business case zijn. Hè? En dan zegt ze ook de verwachte adoptie door gebruikers. Ja, ja. Oh, ja, ja. wacht die komen. We op, want jij weet al wat ik. Uh... Ja, want ik vind dat fascinerend. Namelijk, ik vind het echt fascinerend. Wat want, want... hebben wij dit ook nodig dan? Maar dat is dus dat. Wat is. Uh, wat is de use case? Wat is de business? Is dit, case? Waarom hebben mensen dit, dit nodig? Waarom zouden wij een digitale uh, wallet willen? Waarin onze identiteit. en ons geld aan elkaar verbonden zitten. Ja. Weet je privacy weg. Een voorwaardelijk geldsysteem. waarbij we niet meer weten wanneer we het moeten uitgeven. Of ja, mogen kijk, uitgeven. Wat, wat ze dan zeggen is. en dat staat hier ook in die brief. Er staat er van. Ah, je, je hebt bijvoorbeeld contant geld. Dat vijfje voor het broodje haring. Ja. Dat is. Um, ja, dat is dan een liability, dus als een schuld die de centrale bank heeft. Ja. Dus um, contant geld, dan, dat gaat direct tussen jou en de centrale bank. Mm -hmm. En die centrale bank is in handen van overheden uiteindelijk. Ministeries ja. van Financiën hebben die aandelen in die centrale banken. Dus uh, eigenlijk dekt de overheid jouw geld. Ja. Dus jij kunt erop vertrouwen. Ja. En dan zeggen ze, ja, maar het, het gevaar is dus, en, en, en jouw bankrekening met die hele handige app die ik heb van de Rabobank. Mm. Nou, dat is super. Ik kan, ik kan ook gewoon vijf piek voor jou overmaken. Ja. Via die app hè, de, 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 krijgen we ook geen virus en klimaatverandering. Mm -hmm. Ik vind dat prima werken. Maar dan zegt Sigrid Kaag en in haar kielzocht een aantal anderen: die zeggen: Ja, maar misschien vallen die banken wel om. Dus als mensen dan dus minder contant geld gebruiken en meer uh, de bankaire app gebruiken, mm -hmm. dan, dan gaan ze eigenlijk weg bij het veilige. Um, systeem. Uh, ja. Veilig systeemgeld. En ze doen eigenlijk alsof ze fan zijn van het contant geld. Alleen in het begin heb ik je laten zien dat die ECB, die is vanaf 2018, ...was die al bereid om de Taylor Rule niet toe te passen. Ja. Om hele hoge inflatie te accepteren. 8000 miljard euro, balans 8000 miljard, hè? Ja. Dat is tien keer de Nederlandse economie. En elke keer als die centrale bank geld verruimt of de, 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 de balans vergroot, zo werkt dat. Mm -hmm. He, het is een asset swap. Dus ja. ABN Amro zit op iets. Ja. Op een brakke uh, staatsobligatie of een foute uh, vastgoedlening, weet ik wat. En dan pak je die. En dan zeggen we van oké, okay, jij bent even de centrale bank. Ja. Dan geef ik dit aan jou. Mm -hmm. En jij gooit vers geld terug. Ja. Dat is hoe de centrale bank uh, monetair verruimt. En dit verse geld, want ik heb dan geen vies kopje meer op mijn balans als ABN Amro. Mm -hmm. Maar ik heb nu dus die contanten en die moet ik aan de die moet ik aan de ondernemer uitlenen. En zo gaat de economie groeien. Ja. Ik heb in mijn boek beredeneerd en laten zien dat dat model niet werkt. Mm -hmm. Want die Groei van de economie als oplossing van een crisis die kwam door een kredietcrisis. Ja. Die kun je niet oplossen met meer krediet. Je nee. moet er eerst naar een echte reset toe. Ja. Maar goed, dat wil niemand. Niemand wil doormodderen. Maar dit verhaal klopt je dus niet. Ja. Want, want, want die, die, die banken waren al gered. Je gooit 8000 miljard euro naar de banken om ze overeind te houden, zodat de pinautomaten niet kapot gaan, zodat de betaalapp blijft werken. Ja. 8000 miljard euro, daar komt die inflatie vandaan. En Voor om heel eerlijk, groot... zijn dit kunnen ze tot in de e einde der dagen. Ja. Die banken gaan gewoon niet omvallen. Want nee, die worden zijn gered. Omgevallen. Ja, die worden, die worden het kost wat kost gered. Ja, het voordeel daarvan is. Of denk je dat ze van plan zijn om die banken te laten vallen? Nee, nee, nee het blijkt dat alles uit al, al die documenten die erbij zitten. Die banken die moeten gewoon blijven bestaan. De Europese Unie is een project gered om, of opgezet om banken te redden. Tenminste, dat, dat werd het op een gegeven moment. Maar als je die banken toch al redt. Ja. Als je duizenden miljarden naar die banken smijt. Ja. En je gaat ook nog een Europees depositogarantiestelsel invoeren. Zodat de kleinste Spaanse of Italiaanse spaarbank. waar oma 10.000 piek heeft. als die bank omvalt. maar dan heeft de ECB hem al lang leeggekocht. Maar goed, als die bank dreigt om te vallen, dan wordt die dus gewoon gered. Ja. Voor de, het nadeel daarvan is inflatie. Dat voelen we nu. Voordeel daarvan is, is dat je weet dat jouw appje... waarop je gewoon je boodschapjes kunt betalen... en digitaal geld naar elkaar kunt overmaken... dat werkt wel altijd. Onder het die zou omstandigheden... de enige ja. use case zijn die je kunt verkopen aan mensen. Als, de, ja. als, als morgen de ING en de uh, ABN en de Rabobank omvallen... ik zeg maar wat... Uh, en mensen zijn in paniek. En het spaargeld is weg. En weet ik veel. Dan zou je zeggen. Oké okay, luister. Die bankensector is volledig failliet. Die is corrupt. Die is kapot. Ja. We gaan, nu, gaan we het op een nog hoger niveau gaan organiseren. Namelijk vanuit de ECB. Ja. En dat, dat is dit. Die euro's komen nu. En je digitale wallet. En weet ik veel wat. Dat zou tenminste dat een zou, use case zijn. Die ja. mensen zouden begrijpen. Ja. Dan zou je, precies. Want dan is je geld nog veiliger. Maar dat maar is dat politiek is het niet. dus ook niet opportun. Dus en je wil de boel niet uit elkaar laten vallen. Want ja. uh, uh, weet je, we moeten ze nodig in Europa zijn. En je wil de banken overeind houden. Het voelt een beetje alsof, van, weet je, ze willen hun taart en ze willen hem opeten. Ook ja, weet je, je wil alles je wordt, tegelijkertijd. Ja, je wordt erin gebullshit. Ja, dit, ja, is, maar gewoon, dan dit, nog, is, dit is gewoon wat hier, wat hier ja, staat. Okay, ja. Dus inderdaad, als je zegt, je wil en die transmissie van het monetaire beleid. Ja. wat betekent dat jij moet worden uh, gepusht om geld uit te geven op, op het moment dat de centrale bank dat wil. Ja, um, want dat begrijpen mensen denk ik niet. Hè? Dat als je. Um, uh, als je dus die omloopsnelheid van het geld wilt reguleren. en je, je gaat dus inderdaad zeggen. iedereen die na de 25ste. nog meer dan 100 euro op zijn rekening heeft. Ja. die betaalt uh, twee keer zoveel rente. met je CBDC, ik noem maar wat. Ja, je kan Zodat, allemaal dan gaan weer, mensen ja. gaan gewoon geld uitgeven. Ja. Maar dat betekent ook. En dan is dus, dan je transmissie weer. Maar, maar wat ik waar, waar, omdat ik heel erg uh, uitga van wat is geld eigenlijk? Geld is bedoeld uh, als een soort. Uh, uh, Oplossing om de energie die je vandaag hebt uitgegeven in ja. werk mee te nemen naar de toekomst. Ja, geld is niks. Het gaat om wat je, wat je maakt en doet in de micro. Nou ja. ja, daarom dat woord geld. Geld is eigenlijk wel wat, maar, 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 maar valuta is niks. Ja. En dit uh. is currency. Het is digital currency. Het, is, het, is, het bestaat bij de gratie van degene die het uitgeeft. Ja, het is een getalletje in je app straks. Precies, het is helemaal niks. Maar dan blijf ik erbij. Waarom zouden mensen in godsnaam dit gaan gebruiken? Niet, er is geen enkele reden voor. Maar je ziet dat dus in China hebben ze exact hetzelfde probleem. Daar hebben ze nu in uh, Shenzhen, of uh, ik, ik weet even ja. niet hoe de provincie heet, daar hebben ze dat nu uitgerond die CBDC gekoppeld helemaal aan je social credit score en weet ik wat en mensen hoeven het niet omdat nee. ze de overheid niet nee, vertrouwen. Nee, want wat is het nut? Ja, er is geen nut. Het behalve je eigen slavernij in. Ja. in uh, waarom zou in je God. dat doen? Ja, ja, waarom zou je dat doen? Maar dat vind ik zo mooi, want je hebt zo'n gezegde van um, prikkels overstijgen regels, incentives, Trump rules. Dus als jouw incentive is om niet mee te doen aan dit circus. Dan kunnen er nog zoveel regels zijn, maar je gaat het niet doen. Nee. En uh... maar je, je zult straks krijgen: dan, dan krijg je bijvoorbeeld die CBDC. Ja. En dan is er op elke Nederlander, elk DigiD is er dan bijvoorbeeld 1000 euro in CBDC. Kun je 100 eraan 100 wennen? Euro, 100 euro, ze gaan nooit zo van geld. Ik noem maar, maar wat: 50 euro. Oké, okay, uh, Nederland 2 25 euro is genoeg ja. voor verdienen. En dan staat er van die, die 200 euro, die zit gewoon in de App Store. Ja. Je, moet, je, je hoeft alleen maar even die app te installeren. Ja. Dan heb jij CBDC en dan heb je 200. Uh, CBDC-euro die je dan kunt uitgeven. Ja, en ik een... denk, mijn voorspelling is dat miljoenen, miljoenen, miljoenen Nederlanders zeggen: Oeh, 200 piek als ik even een appje installeer. Tuurlijk. En dan ja. zullen ze dat doen. Maar wat, wat, dan gaan ze akkoord met de algemene voorwaarden. <laughs> ja, en daarmee is hun vrijheid is, uh, voorwaardelijk geworden, want ze accepteren ook het digitaal uh, ID. En uh, hun database ja. entry in die, dat Europese systeem. Zoals, het ook, zoals in het staat net stond. Ja. ja, precies. Dat ga je, dus daar ga je dus Daar ga je daar dus aan meedoen. Ja. En de mensen die dat niet doen. En het grappige is, hè, want die, die, die digitale euro, dat wordt ook een liability. Ja. Dus een schuld op de balans van de centrale bank. Die centrale bank heeft straks digitale, de digitale te goede Contant geld dat op de balans staat. En dan komt daartussen nog de euro-CBDC. Maar ja. dat zal ook wat inflatie veroorzaken. Ja. Dus als jij die 200 piek niet uit die CBDC haalt. Ja. die die voor jou ligt. Ja, uh, Ja, dan, dan, dan beschadig je jezelf gewoon. Loop je gewoon 200 piek mis. Omdat daaronder ja, ja. Omdat die incentive is om dat geld te gebruiken. Ja, er zullen miljoenen mensen die zullen hun vrijheid verkopen voor, voor Meijer. Ja, maar um, oké, okay, dit is een beetje uh, koffiedik kijken. We weten niet precies hoe nee, het zou ze gaan. Het niet zou ook zijn... kunnen dat mensen massaal dit filmpje kijken en delen. En dat ze zeggen: Van ik zie het nut niet. Dus ik heb contant geld. 100 is te wat, uh, wat Wat wordt gedekt door de. Hmm dus ik heb contant geld wat wordt gedekt door de centrale bank ja. en ik heb geld bij de particuliere bank wat eigenlijk ook wordt gedekt door de centrale bank ja. um, ik zie het nut niet uh, ervan in het kan zijn dat zij massaal zeggen we willen die app niet of we gooien hem weg ja dat zou kunnen maar dat ze gaan we gebruiken. Zien. ze nemen die 200 euro en ze gebruiken hem verder niet nee en dat ze het dan weer wegdoen dat, ja. dat dat hoop ik ja. um, nog een paar dingetjes die ik wou zeggen nou iemand um, die, waar ik niet zo dol op ben maxima maxima ja. um, kijk je mag de, de koningin niet beledigen hè? Mag dat niet? Ja. Of is het gewoon niet zo netjes om dat te doen? Ja, het is. Weet je wat het is? Kijk, er is. Er is Nederland is een constitutionele monarchie. Mm -hmm. En als land dan een koninkrijk zit je in. Met meerdere landen. Ook in het Caribische ja. gebied zit je in een. In een koninkrijk. En in, in zo'n statuut. En daarin is opgenomen wat wel en niet mag. Wat de koning. Het koning ja. en de, 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 de koningin dan. Uh, ja, staat hier gewoon koningin Maxima. Dus oké. Okay. Constitutionele monarchie, de macht van de koning is beperkt, is eigenlijk ministeriële verantwoordelijkheid. Ja. Dus als Willem Alexander iets heel geks doet, dan, dan is dat, moet, moet Rutte het uitleggen en, en andersom een beetje. Ja. Dus die koning doet op, op zichzelf niks. Ja. Je kan anders kun je zeggen, als Maxima wat zegt, dan is dat het regeringsstandpunt. Mm -hmm. Nou, het is een toespraak bij het IMF over CWDC en financial inclusion. Ja inclusie, dat is echt weer zo'n zo zo modewoord, dat is de, heeft te maken met racisme en armoede en klimaat en dingen, weet ik wat. Zo van, we moeten inclusief zijn. Maar ik vind en, dat interessant, want als je kijkt bijvoorbeeld naar Afrika, daar heeft uh, maar 20% van Afrikanen een bankrekening. Ja. Dus als je het hebt over financial inclusion, snap ik hey, daar is een groeimarkt van 80%. Zou je in Nigeria, van Afrika. Ja, ja maar, in Afrika. maar niet hier. Nee, daarom. We hebben dat iedereen, helemaal niet. Iedereen heeft een bankrekening. Sterker nog, waarschijnlijk heb jij zes pasjes in je portemonnee zitten als het er niet meer zijn. Weet je? En dat is iedereen heeft dat. Weet je? dat is, dus ja. er is geen sprake van er financiële heeft, uitsluiting. Maar dat is dus je business, je use case probleem. Van ja. waarom waarom voer je iets in waarvan het nut niet duidelijk is? Ja. En dat nut is, de, is niet duidelijk voor de burger. Het, die CBDC ja. is er om die transmissie in dat monetaire beleid mogelijk te maken, ja. die in gevaar komt door die zero bound bij die negatieve rente. Ja, de elite Dat, heeft een CBDC nodig. En de burger ja, niet. ja, de banken vooral. De banken, oké. Okay, ja, ja. Dat is het en de, ja. het, het Europroject. Maar gewone mensen, die, die hebben er geen nut van. Ja. Maxima is het daar niet mee eens. Zij zegt, uh, ja, het is ten eerste voor, voor inclusie. Mm -hmm. En uh, dan zegt zij van policy reforms, hé, hey, wacht even, policy reforms, hou jij je bezig met uh, hervormings, met beleidshervormingen? Ja. Is, dat, is, dat, is dat het werk van de koningin in een constitutionele monarchie? Ben jij je nou gewoon met wetgeving aan het bemoeien? Dat is die zure snuit van Willem-Alexander. Ja. Als hij zuur als staat te kijken naast Maxima, dan, gaat, dan weet je dat ze hier illusie over hebben gehad. Maar dat, dan zou ik, ik Willem-Alexander echt een mooie lul vinden. Als hij maar, dat zo ja. ja. Maar dan vind ik wel dat hij thuis, als ze dan aan de aardappelen zitten in de gehaktbal of ik weet niet wat ze eten, maar... Dan, dan mag hij wel iets harder op tafel slaan. Maar zij heeft de broek aan, dat zie je gelijk. Ja. Zij heeft dat Zuid-Afrikaanse temperament. Of eh, Zuid-Amerikaanse ja. temperament. Dat die is nog erger dan het Zuid-Afrikaanse, ja. ja dat, dat maar dan walst ze erover heen. Maar dat ja. is toch gewoon, dit is toch gewoon puur dictatoriaal? Ja, dat is het ook. Als je, want we kunnen maximaal niet wegstemmen. Ik zou, ik zou haar heel graag willen wegstemmen. Kan niet, ja. Maar, maar dat zij... kan ik niet, want zij, want zij staat boven de wet. Ze staat een beetje buiten de politiek. Ik denk eh, dat zij dus helemaal ze helemaal niet snapt wat haar rol inhoudt. Misschien al die jaren is ze gewoon dat meisje, die econoom die bij Goldman Sachs werkte in New York. En nu uh, uh, toevallig koningin is van Nederland of prinses is van Nederland. En uh, is ze koningin of prinses? Uh, koningin. Koningin is haar koninklijke hoogheid. ja Maar wacht eventjes, ik, ik, ik heb, als ik mijn werk doe als journalist. Je bent heel erg afhankelijk van een netwerk. Ja. Dus je moet uit verschillende. Het kan politie zijn, uh, andere economen, mensen die bij banken werken. Ja. Uh, zo van hé, hey, kun je me eventjes vertellen hoe dit of dat werkt? Ja. Ik heb zo'n heel en er zitten ook economen bij van Goldman Sachs. Ja. Die mij af en toe wat influisteren of die ken ik of die die zoeken mij op, want die vinden dan bepaalde dingen toch wel schandalig. Mm -hmm. In het algemeen is het zo dat als jij een econoom werkt, en jij werkt werkt bij een Amerikaanse zakenbank. Ja. Bijvoorbeeld Goldman Sachs. En je zit op het hoogste niveau mm -hmm. en daar ontmoet je Willy. Ja. En Willy zegt van: kom jij lekker naar Nederland, gaan we samen kindjes maken uh, en dan krijg je elke avond aardappelen met gehaktballen. Dat is dit Ik vlak. weet niet, ik weet niet hoe Willem Alexander uh, Maxima heeft versierd. Nee, Hij heeft het heel gebrokerd. Ja, 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 ja dat Oké, okay, lekker ouderwets ja, nog. Ja. ja, ja. Hij heeft haar ontmoet en gezegd dat zou een leuke match zijn he van mijn Ik heb een hele leuke zoon, dan moet ja. je misschien een keer ja. mee uh, ja. een biertje gaan drinken. Hou je van? ja, goed, oké, laat maar. Komt oma er ook nog bij. Nee, maar zonder gekheid. Um, die mensen, dus de mensen, de economen bijvoorbeeld, of uh, traders enzovoort, uh, uh, bestuurders bij die topbanken, ja. dat zijn in mijn netwerk, dat zijn de alle, allerbest geïnformeerde mensen. Ja. En die zitten daar omdat ze zo intelligent zijn. Ja. Maxima is uiterst intelligent. Ja. En als zij dit. Het kan niet. Kijk, bij Kaag kunnen we gekscherend, maar Kaag is ook uiterst intelligent. Um, ik heb niet op D66 gestemd, maar ik vind wel. Nou, als D66 dan in de regering moet, zou ik zeggen: Nou, dan moet Kaag dat dan doen. En laat hij dan oh. iets met. Er ja, gebeurt in de wereld nog altijd een en ander. Zij heeft heel veel buitenlandervaring. Ja, ze kent Assad. Ja. Dan ga je haar op financiën zetten. Vind ik echt heel vreemd. Maar je zou nog kunnen beredeneren dat. Dat is wel een dat, dat Kaag dat is. niet. Ja, precies. Want dan kunnen ze samen al die rommel op, uh, opruimen. Ja. Ook over die. Nou, nou mag Kaag die krijgt eigenlijk de troep van Hoekstra uh, uh, in de maag. En dan zijn ze met z'n drieën schuldig voor die. Uh, ja. Onzin bij de Belastingdienst. Maar kijk, ik zou nog vooruit. Hè, ik zou kunnen zeggen, nou, er dienen waarborgen te zijn voor financiële stabiliteit en transmissie. A, mm -hmm. transmissie. Punt privacy. Ja. Die twee dingen die botsen. Ja. Dan zou je kunnen zeggen, nou, het kan zijn dat, dat Kaag dit nu bij een, uh, bij een lekkere rosé. Dat ze dit s'avonds nog eventjes kijkt voordat ze uh, dat het 22 november is. Ja. Gaat ze morgen het Kamerdebat in. En dan zegt ze, ja, dat is, waarom is dat tegenstrijdig? We hebben die mensen het over. Ja, ja. Wie, wie zijn die mensen die zeggen dat er een tegenstrijdigheid is tussen transmissie van monetair beleid bij CBDC en tegelijk privacy waarborgen? Wie zijn die mensen die de overheid niet vertrouwen? Ja. ja, nou dat zijn wij dan. Maar het ja. zou kunnen dat zij dan nu een medewerker belt en zegt van ik snap het niet. Ja. En precies wat die twee mannetjes nu zeggen, waarom is dat tegenstrijdig? En dat, dat ze dan een aha-erlevenis krijgt en denkt van, oh ja, nee, dat is eigenlijk wel raar. Want misschien wil Kaag ook echt wel die privacy waarborgen, ik weet het niet. Dit zijn vragen die kunnen dan worden gesteld tijdens dat debat, Zij is daar ja. Kamerleden kunnen dit doen. Ik roep ze ook op om dat te doen. Maar laten we even de theoretische mogelijkheid openhouden. Ja. Dat Kaag niet snapt waarom die twee tegenstrijdig zijn. Ja. Okay. Van Maxima geloof ik dat niet. Nee. Ik geloof niet dat Maxima hier minder verstand van heeft dan ik. Zij, zij weet donders goed dat CBDC. ingevoerd omdat je monetary policy transmission. Hè, dat die te mm -hmm. lijden heeft onder jouw zero bound. Dus je moet kunnen besluiten waar mensen hun geld aan gaan uitgeven. En hoe en wanneer. Ja. En welke snelheid vooral. Inderdaad, dat, dat is zeer privacy schendend. En dat grijpt in, dat liet dat rapport van de ECB zien. Dat grijpt in in alle aspecten van de samenleving. Dat is echt een, een omploeging van je democratie. Ja. Maxima weet dat. Maxima, want ze weet wat de potentie is, maar dan ook de, de, de downside. En zij had dan moeten zeggen. Um, uh, van. Um, ik, ik doe dit niet. Het gaat te ver. Ja. Ik, maar, moet, ik moet mij hier niet over uitlaten. En dan zeg jij, dan zeg jij van, nou, oké, okay, Willem-Alexander zit ernaast. Uh, Willem-Alexander beetje... is, is gevoeliger voor het verlies van onze democratische rechten dan Maxima. Dat weet ik zeker. Okay, ja, Maxima kunnen, is he, ja. natuurlijk niet Nederlandse. Dat Nederlandse. Ze is import, dus ze heeft misschien niet dezelfde uh, culturele uh, achtergrond. Nee, dus, dus in de, precies wat ik zei in dat filmpje met die conferentie over de toekomst van Europa. Dat zij dan denkt van, ja, oké, okay, dan ga je de Nederlandse democratische traditie. Ja. Daar gooi je dan een beetje om. Maar... Daar heeft ze toch niet zoveel mee? Nee, dat, dat heeft ze na twintig jaar heeft meegemaakt, ja. weet ik veel langer. Ja, ik zo. vind het toch een beetje gek. Ja. Maar ik vind het ook. Kijk, ik, ik heb zoiets van: laten we niet over haar drijfveren oordelen. Ze... Nee. Oké, okay, maar ze gaat hier wel. Ze gaat hier buiten haar mandaat. Ja. Je hebt nu een koning, een koningin, die zonder democratisch toezicht, zonder parlementaire toezicht, zonder dat te overleggen met het parlement. Policy dingen gaat voorstellen. Policy dingen gaat voorstellen. Je gaat ja. wetswijzigingen voorstellen. En dan, en dan kun je zeggen van... Ja, maar een koning moet toch iets kunnen doen? Nou, ja. kijk wat die koning doet. Dat zijn altijd dingen die, die niet zo politiek gevoelig liggen. Hè? Dan kun je zeggen, nou Willem-Alexander doet iets met water. Oké, okay, maar Nederland ligt onder de zeespiegel door dat inklinken. Ja, zij moeten Nederland vertegenwoordigen en zij zijn nu de Behalve Nederlander mis... niet aan het vertegenwoordigen. Nee, ze doen tegenovergesteld. tegenovergestelde. Precies. Zij verkopen, ze zijn Nederland niet aan het beschermen tegen CWDC. Ja. Zij verkopen CWDC aan die Nederlander. Ja, precies. Maar die, die de koning heeft dan, werd altijd gezegd toen hij koning werd, van nou, ga je dan iets doen met water? Mm -hmm. Over de hele wereld zijn allemaal dingen met water. Nederland heeft kennis. Ja, dat is leuk. Kan, dat is goed. Ja, dat is goed, goed drinken water. Ik, 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 Over ik, water gesproken misschien die, als jij die kan ja. nog eventjes daar voren voor. Uh, ja. Begon ja, ook al een beetje een. Uh, um, oh ja, thanks. Maar goed, op een gegeven moment is kennelijk gezegd van, nou, dan moet Max, die dat moet is. dan maar uh, bij, de, bij de VN wat gaan doen uh, uh -huh. met 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 geld. Maar ja. kijk, dat water, ja. dat, um, dat watermanagement en zo, kijk, dat is nou dus een keer niet politiek gevoelig. Hm. Maar het invoeren van een fascistoïde digitale dictatuur. Ja. Ik, ik vind dat vind ik, nou, dat vind ik nou anders dan het uh, dan linten knippen bij een verzorgingshuis eens of een ziekenhuis. Dat vind ik, dit vind ik nou dus wel een keer uh, politiek relevant. Maar het stomme is dus, en daarom laat ik dat zien: policy reform should prevent disintermediation. Wat bedoelt ze daar precies mee? Dat betekent uh, dat als je CBDC vrij zou laten, mm -hmm. dus je gaat hem invoeren zoals. Kaag zegt dat die er komt, maar wat dus niet waar is. Precies. Dan zou het zo kunnen zijn dat jij iets hoort op het nieuws over de bank waar jij dan zit. En dan doe je poef. En dan met één swipe kun je letterlijk gewoon je bankrekening overboeken naar je, naar je, naar je CBDC-rekening. Maar dit is de definitie van voorwaardelijkheid voor het uitgeven van je geld. Bingo. Dus zij zegt letterlijk van die policy-reforms zouden moeten draaien dat je juist programmeerbaar geld krijgt. Juist, het staat er ook: should prevent. Ja. Zij, zij pleit voor wetgeving. Ja. die voorkomt... Waarvan de hele Tweede Kamer nu gezegd heeft, een motie heeft betekent unaniem, dat dat niet mag. Ja. Zij stelt gewoon voor dat dat wel moet. Ja, Max, Maxima zegt gewoon van, ja. jullie accepteren dat... Geld wel voorwaardelijk is, en anders stop ik je in een helikopter en vlieg ik je boven de Noordzee. Moet je kijken of je terugkomt. Precies. <laughs> gaat, dit is, maar dat is wel wat je doet. Dit is gewoon dictatuur. Ja. Dit is dictatoriaal. Maxima is niet leuk. Kun je zeggen, ja, maar ze kan zo mooi mooie tango dansen en die Willem Alexander was een beetje saai. Mooie ze leuke ogen, kinderen, mooie even. ogen. Ja. Ze kan zich goed kleden. Ja. Maar wat zij hier doet, is gewoon akelig. Dit is gewoon dictatoriaal. Zij vertegenwoordigt niet de Nederlandse. Uh, burgers zijn tegenwoordig de bankensector. Ja, Dat is precies dit, want ze zegt... Ze het is een bankier. En ze geeft ook het voorbeeld, uh, die deposit in commercial banks. Als die weg zouden vallen bij alle banken, vallen de banken om dus. Ja, dat dat is, en het. wat ook hmm. zo is. En ja. dat moeten we dus voorkomen. Dus die CBDC krijgt een bepaalde omvang. Mm -hmm. Dus geld gaat er dan uit. Nou, een paar duizend piek kan dan op je CBDC-rekening. Ja. Daar worden dan die voorwaardelijke dingen mee gedaan... Ook daar zul je de negatieve rente voelen. Net als op je gewone spaarrekening. Ja. Daarmee is monetary policy transmission gered. Maar het idee dat je privacy respecterend geld hebt, is dan wel weg. Ja. En die Kamer wil dat. Maxima wil dat niet. Kaag, ik hou even in het midden of ze het begrijpt of niet. Maar Maxima wil dat niet. Ja. En Kaag zegt, of uh, nee, Maxima zegt gewoon als een volleerd Zuid-Amerikaans groentalid. Die zegt gewoon, fuck de Kamer. Ja, dat is wat zij hier doet. Precies. En dit is niet inclusief. Nee. Het is niet zo dat je arme mensen in Afrika redt. Het is per definitie exclusief. namelijk. En, Want dat is en wat, ik, wat ja. ik heel... Nog één ding wat ik erover wil zeggen. Nou ja, maar hier Alka, ja, dat is de... Ik heb het niet hierover gesproken. Ik, ik weet SP, ook niet ja. hoe hij uh, over Maxima denkt. Dus hij is echt onschuldig. Maar hij, hij is een dit. socialist. Dus hij zal geen groot fan van Maxima zijn. Dat moet hij dat zelf een keer... Uh, ja. Uh, maar dat ze hem dit niet aanvrijven. Hè. Als mensen dan heel erg pro Maxima zijn, dat ze dan ja. meteen. Uh, hem dit. Ik zeg dit. Ja. Maar hij zegt inderdaad van ja, Maxima zit aan tafel. Deze Multinationals zitten ja. aan tafel. Maar ik zit niet aan tafel. Nee. Dat nee. Is, en er worden hier wel wetten gemaakt. En wie zitten er wel aan die. Ik, bij vind, die echt ik vind dat Al uh, lijsttrekker moet worden van de SP. En ik vind dat de SP uh, moet wakker worden. Uh, in de zin van dat ze moeten opstaan. Uh, voor het belang van de burgers en Ook het dat, dat, anti-EU-beleid. Ja, maar uh, dat, 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 hij, hij is ook afdoende kritisch. En, hij is heel, maar daarom is hij juist als een van de weinigen, misschien Renske Leijten nog, dat zijn echt de echte toppers daar. Dat, ja, dat is ook zo hoor. Ja. Maar kijk hier, weet je wie er wel bij, die, uh, bij, die, bij, die, bij dat wetgevingstreek mag zitten? Ja. James van Moltke. CFO van Deutsche Bank. Ja. Hij is de CFO die op de grootste berg troep in de euro zit aan oninbare leningen. Dat is waarom die koersen van die banken zo dalen. Ja. Dat is waarom die rente niet omhoog kan. Ondanks die hoge inflatie. Hij, hij heeft het nummer van Maxima en hij ja. mag nu gaan bepalen. Want stel, stel dat je een CBDC zou hebben die vrij is, dan kunnen mensen meteen al hun spaargeld weghalen bij Deutsche Bank. Ja. Nou, daar gaat hij een stokje voor steken. Maar daarmee bouw je dus per definitie aan die programmeerbaarheid. En. Maar hier elk van de SP is dus de vertegenwoordiger van of de rapporteur voor CBDC namens Nederland, ja. volksvertegenwoordiger, gekozen gozer. Ja. Ik ken hem uit de hood. <laughs> en hij mag niet bij een wetgevingstraject zitten, ja. maar de CFO van Deutsche Bank wel. Ja, maar dat is daarmee is het en Maxima het opent dit project toch. Um... Moreel failliet. Ja, trouwens bij die conferentie zei ze ook dit van prevent disintermediation. Danger that money will be held, held in large amounts. Ja. Will be held, dat is mijn keuze, Max. Ja, precies. Ik ben, wij zijn niet jouw kinderen. Je kunt tegen je kinderen zeggen van eet meer groente of weet ik wat. Aan de andere kant, Arno, Willem Middelkoop zei een van de eerste podcasts die ik ooit met hem deed, uh, geld op de bank is een vordering op de bank. Het is niet meer jouw geld. En misschien. Ja, maar die. die tegenover die vordering staan hem bezit. Ja, Maar gaat maar terug zien te krijgen. Ja. Er zit een Daar zit al een voorwaardelijkheid ingebouwd. Ik wou dit. Weet je wat? Ik wou je dit nog laten zien. Ja. Want we, volgens mij. Je moet ook zeiken. Het zie ik aan je. <laughs> het geinige is. Een lezer stuurde dit. Dan stond ja. er van. Um, van wat, wat is dan een real-life use case voor CBDC? Dat is een case, van wat, wat is het, het argument? Er staat, in Europa is Nederland aangewezen als een land waarvan burgers het meest geneigd zijn zich aan te passen en te vertrouwen in dergelijke digitale oh, onderzoek? Ik wil dat onderzoek zien, wat, waar komt dat vandaan? Zo'n van ja, van Nederlandse poort. bank, maar die heeft het weggehaald. Ja, natuurlijk hebben ze het weggehaald, want dat, dat kan nooit zo zwart-wit, uh, die conclusie kan nooit zo zwart-wit. Nee, Ik dus als je, die, als, als je die bronvermelding doorklikt, dan kom je hieruit. Ja. Uh, ik heb wel gevraagd of ze dat rapport kunnen opsturen. Het stond ook niet in het internetarchief. En dat betekent dat het actief is weggehaald. Okay. Maar er is van tevoren dus al gedacht van: jongens, toen, toen Nederland nog 17 miljoen inwoners had, is er al bedacht van: uh, ja, uh, zouden Nederlanders dit accepteren? Dus Nederland is gewoon een soort proeftuin. En vind ik wel interessant want dat is Nederland al heel erg lang. Ja, dat is, is Mol uh, heeft ooit gezegd Nederland is een pilot country. Dus ja. als jij een nieuw tv format uh, uitrolt en het slaagt in Nederland, slaagt het over nou, hele dan? Daar kun je Nederland. dat het uh, is. Dat. In Nigeria slaagt het niet, CBDC, want er werd net gezegd we moeten die arme mensen in Nigeria bijvoorbeeld helpen. Ja. In de eerder filmpje heb ik ook wel eens genoemd dat het de, de use case voor digi voor een digital identity wallet. er worden gezegd van ja, maar miljoenen mensen, tientallen miljoenen mensen hebben geen Bankrekening, dus die kunnen, die zijn undocumented, Dus die kunnen dan misschien hè, kunnen ze inclusie ervaren als er een CBDC komt. Overigens is het interessant dat ook juist in Nigeria, bij het uitrollen van de e naira en de wallet die erbij hoorde, uh, dat werd direct gekoppeld aan een vaccinatiestatus. Ja. Dat was het eerste land ter wereld wat dat zo hard op die manier deed. En dat is ongetwijfeld een van de redenen waarom het zo ontzettend geflopt is. Ja, een half procent van de Nigerianen. Mm -hmm. En dat zullen een beetje de pratende hoofd Nigerianen zijn, laten we het zo zeggen, een beetje. Uh, ja, en ik, maar dan in Abuja. Ja. Kijk, als je CWDC komt, ik zal hem op mijn telefoon installeren, omdat ik wil snappen wat dat is. Ik moet er iets over kunnen schrijven als journalist. Mm -hmm. Maar als een half procent, kijk, als een half procent van de mensen erom vraagt, ja. dan is het niks. En als het in Nigeria <laughs> al flopt. Ja. In Nederland is het ook niet nodig. Terwijl daar de vraag naar digitaal geld groter zou moeten zijn, zou je zeggen. Maar dat is dus niet zo. Maar wat dus, is dus, al... het, dus het inclusieve verhaal van Maxima klopt inhoudelijk niet. Dus waarom nee. ga je het hier uitrollen? Het leuke is dat we het nog laten zien: de Duitse National Bank. Die heeft een, een hele mooie site met hmm. en Ook over de financiële stabiliteit. En wat ze dat doen, is dat ze ook kijken: van, moeten wij als Denemarken dan de CBDC invoeren? Ja. En het grappige is: Denemarken, wel Europese Unie wel voordelen van de interne markt, niet het gezeik van de euro. Ja. Dat zou ik ook voor Nederland willen. Zij zeggen: the reasons for investigating use of CBDC vary greatly between central banks. Nou, uh, financial, financial inclusion is dat er misschien. Mm -hmm. Maar dan zeggen: financial inclusion with the well well-functioning financial infrastructure we have in Denmark, it is not clear how a retail CBDC in Danish kroneer can contribute to better and more secure access to payments. Precies. In een westers georganiseerd, reeds digitaal land is er geen behoefte aan. Uh... Nee, er is behoefte aan iets anders. En dat is namelijk weg van die totalitaire overheid. Ja, en dat, je, hebt, uh... je hebt dit niet nodig. Ja. Ben je. Uh, nou, laten we nog eventjes naar. Ik weet ook dat je een filmpje hebt. Uh, uh, als, als je klaar bent. Ja, dat is dit. Oké. Okay. Ik kan het filmpje even inzetten, die is wel mooi. Kijk, het geinige is: uh, hier wordt de CBDC aangekondigd. Heel, mensen zijn heel druk altijd met complotten en reptielen en, en platte aardes en weet ik wat. Geen reptielen in de um, en ook best nog wel wat plek. Hier hadden wij bij kunnen heel veel, Ik was hierbij, want ik maak oh, die foto. Oh, natuurlijk, wat vet. En hier wordt gezegd. Uh, uh, ja, Hier wordt gewoon CBDC ingevoerd. Dus dit was, dit was de Eurotop van 12 juli 2022. Is dat Guy Verhofstadt alleen? Nee, uh, oh. dit is Gentiloni, ah, de Eurocommissaris van, uh, van Economie namens Italië. Want ja. hij weet heel goed hoe je een economie stimuleert, kennelijk. Precies. En zij zeggen: Ja, er komt CBDC. En we hadden net die consultatie gezien, waarbij 100% van de geïnterviewden of van de mensen in die feedback sessie, 100% van de burgers zegt nee. Mm -hmm. En zij zeggen tegen een lege zaal: geen journalisten. Dus ik was de enige Nederlandse journalist die daar zat en er iets over schreef. Ja. Dus honderdduizend mensen lezen dan mijn artikel. En die zijn op de hoogte. En dan straks de mensen die dit filmpje kijken. Ja. De andere mensen die dan, ja, de kwaliteitsmedia zeg maar. Bijvoorbeeld RTL Z of zo. Ja, die zijn hier niet aanwezig. Dus die schrijven hier niks over. Nee. Die vertellen niks. En daarom weten mensen het niet. Maar hier is gezegd, iedereen is tegen, maar we gaan toch door. Ja, nou snap ik. Wat ik niet snap overigens is dat IKEA-kastje wat ze daar bovenop die lampenregel hebben gezet. Kijk, jij bent scherp. Jij ja, moet nou, maar ik vind het wel een heel raar kastje wat er bovenop staat. Kunnen we nog even terug naar het IKEA-kastje? Kijk, zie je dat IKEA-kastje er bovenop staan? Ja, dat is toch raar? Wat doet dat kastje hier, hier, hier. Deze? Ja, dat kastje. Bovenop die lampenrail. Ja, dat weet ik toch niet, joh. Ja, Hoe kan ik, nou, wat is dat is het ook voor vraag? Dat ja, is... Nou, ik vind het gewoon een raar, kastje. Wat doet dat kastje daar? als Waar kunnen we dat kastje echt neerzetten? Zet maar net op de hoekje bij dat glas, dan zien we het niet. Ja, al. maar die, die heeft iets. Misschien kun je erop staan dat je bij die lampen kan. Hmm. En als er dan een te kritische journalist zit, dan kun je hem losmaken en dan valt die lampen In het, in het uh... kastje, ja. En dan komt dat naar beneden, ja. Goed, oké. Okay, laten we het niet over het kastje hebben. Um, ik heb nog een filmpje voor je. Ja. Ik kan even inzetten. Um, dit is heel grappig um, hier gaat. Uh, uh, ja, dit is het. Uh, dit is uh, Michiel Hogeveen van uh, jaar 21. Mm -hmm. uh, die heeft die, dit online gezet. Ja, het, gra het grappige is: het stond ook op het uh, kanaal van, het Europees, van de Europese Commissie. En het raar is dat het daar weg is. Ja, wel staat er wel. Je hebt, ja? het, gewoon, je hebt het gewoon heel onhandig met internet en computers. Maar ik had een linkje. Ik vind het echt, echt niet meer. raar dat ik dat hier moet zeggen. Ik vind, je moet wel je zeggen dat net ik zei niet... dat het offline was. En je had binnen een dag had je het gevonden. Maar Michiel nou, heeft het zelf. Binnen, ja, binnen, <laughs> binnen 30 seconden. Je ja. hebt gelijk inderdaad. Binnen 30 seconden. Ik zet hem aan. Hier wordt Michiel uh, Hogeveen, Europarlementariër. Um, stelt een hele terechte vraag aan een mevrouw van de Nederlandse Centrale Bank. Die hiermee bezig is. Ja. Waar heb ik het voor nodig? Zet hem even screen En dan... Uh, F11. Hoppa. Oh, okay. En dan mag ze dat proberen uit te leggen. Ja, komt-ie. Dank je wel voor deze presentatie. Ik zal member van het Europese parlement I'm ik altijd vragen stellen. Maar misschien zijn er online die vragen. En misschien iemand in de room. iemand online? Uh, yes, we got some questions online, and uh, most of them come down to uh, one question: uh, for an individual living in the EU, uh, EU, what problem is being solved by introducing the digital euro? What's the necessity? Well, uh, as I explained, so cash, cash is uh, being used uh, less and less uh, uh, by uh, um, citizens. So one. Uh, use is something where I explained before. Is that uh, we believe this two-tiered system with having a safe asset gives trust to the system. So this is something that you, as a, as a, as a citizen, take for granted and which is good. Uh, but we need to make sure also towards the future that that this trust remains. So that is one, but it's maybe more uh, difficult because we don't uh, have this problem at the moment. Um, and as said, that is good uh on the other side um it is um important payments is i i would say key to the economy it's also something like electricity uh, and light and water you think it's a hygiene factor it just should be there and it should work uh, and then if it works you never think about it you you find it logic that you get water out of the uh, out of the out of the tap that there is electricity um but we also need to make make sure that it remains that that way, so if we would move into a digital age where there is only digital payments and payments is fully left to the market, the question is if we think uh if if this if this would be safe uh, so like what what uh, 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 Fabio Panetta also said. We cannot predict how the market will look in ten years or twenty years from now, and we 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 think about the current status quo. But you already described that the we are not in a, in a status quo, so things are depending. So maybe the the, the parties that are now uh, dominant in payments and which we trust uh, might be different ones. You don't know, uh, and they might be. Uh, uh, um, uh, 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 yeah, <laughs> they, they might not be as trusted, uh, uh, worthy as as, as they uh, that we are now. So we think that's that's really <laughs> an, important. And as I explained before, also for the pan-European retail payments, uh, we see that um, we are really dependent on non-European players for that to have a pan-European reach, um, and which is also. Uh, uh, well, is a concern uh, for for the ECB, but also for the European Commission, uh, which also worked on the retail payment strategy already. So to have our autonomy and to make to make sure that we in Europe can guarantee that you can always pay, uh, we find very important. So that's most important. And then, of course, um, uh, these are very good reasons uh, to to want a digital euro and to maybe start using the digital euro. But we do understand. That for uh, 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 an individual, probably uh, you would choose something that's easy to use, that is safe and that's secure, that has a high level of privacy. And on that, of course, the central bank can uh, can deliver maybe better than uh, oh. uh, private uh, companies. Um, so we understand that in the design, we need to take this along. Okay, that was echt fucking awkward. Yeah. En ze komt ze niet weten. uit de woorden. Ze stapelt. Ze zegt de meest krankzinnige shit. Als ja. van dat. Een, een, ze weet niet zeker of een, een geld uitgever de vrije markt wel zou kunnen werken. Ja. Ik zie... terwijl, terwijl je net, die particuliere banken, heb je 8000 miljard euro heen gesmeten, die moeten er maar oplossen. En ze heeft het over vertrouwen. Wat de ja. fuck? En dan zie je ook uh, hoogleraar, professor uh, Lex Hoogduin ernaast zitten. En je, je ziet hem gewoon. IQ-punten verliezen door dit, dit, dit gewauwel te luisteren. En je ziet hem gewoon een, 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 een onvoldoende uitdelen. Want ja. dit, is, uh, dit, kan, dit kan toch niet. Hij man. is een uh, professor. Daarnaast zit nog een professor, Wim Boonstra van de, van de Rabobank. Ik moet zeggen, als je uh, een discussie zou hebben. Je hebt die twee tegen je bijvoorbeeld. Dan ja. ben ik als journalist. Of, ik weet wel mm. iets als financieel journalist. Maar dit zijn professoren die weten wel meer. Ja. daar zou ik wel, wel inbinden. Maar ze zeggen dan nou, ook hele interessante dingen. Je kon, uh, um, ik raad mensen aan. dit het filmpje toch eventjes helemaal af te kijken. Michiel ja. Hogeveen, ik kende hem ook niet, maar... Links in de show notes. Uh, merk op dat er 121 kijkers zijn geweest. Ja, ja, dus ja. dus, dus een aantal dingen dat ik hieruit wil pikken, ten eerste die 121 kijkers, dat is veel te weinig. Laten we dat ja. eventjes omhoog gooien. Ten tweede, er wordt gevraagd, wat is, wat is het nut? Hele mooie vraag. Ja. Um, Komt al, er geen antwoord op. En dan, dan geldt de paleoloxodon namadicus zo heet dat kring geloof ik, uitgestorven grootste olifant. Komt niet door de mens, Was gewoon te groot hoor. Dat zeg ja. je meteen bij. Um, in dit hele gesprek noemt zij geen programmability en um, dat transmissie-effect. Ja. En dat is, de, dat is de olifant in de kamer. Dus in dat rapport van de Centrale Bank, wat ik noemde, Report on the Digital Euro, worden allerlei aanverwante dingetjes genoemd. Van ja, misschien is de wereld straks anders. Ja, misschien hmm. ook niet. Of misschien wel, waarschijnlijk wel. Maar dat, dat is geen use case. Dat is geen, dat is geen beredenering. Dat is, dat is geen uitleg. En. In dat rapport van de ECB stonden een aantal dingen die enkel gelden als je echt van contant geld afgaat. Mm -hmm. Er werd bijvoorbeeld gezegd geldwagens zorgen voor klimaatverandering. Ja. Dat, zou ik, dat sommetje zou ik graag willen zien. Maar dat is dus had, als maar, Michiel Hoogveen zich meer had voorbereid, dan had hij nog tien vragen. Dan, dan was ze niet alleen uh, uh, aan het hakkelen geweest daar, maar dan was ze gewoon had ze een, een halve hartverzakking gehad. Daar, ja. want nou, dat, ik, vond dat, ik vond dit al wel. Uh, dit dit is, was al pijnlijk. Ja, dit was echt heel awkward. Op een gegeven moment ja. wilde ik het ook niet meer zien, omdat ik echt nee, zei: dat, Oh, dat is <laughs> heel pijnlijk. Oude, weet je dat? Uh, nee, nee dat, 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 dat doet ook gewoon pijn. En, ja. uh, maar de, de use case, hè, dus de, 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 het, het gebruikersnut, laten we gewoon. Ja. Die akelige Anglicisme eruit gooien, die, die, die is er dus niet. En dan nee. zou je kunnen zeggen: ja, maar dan is het de inclusie van arme mensen. Maar als die arme mensen in Nigeria wonen, ja. ga dan in Nigeria iets doen. Maar in Nigeria, de mensen om wie het dan zou gaan, de inclusie van Maxima, die mensen die willen het zelf niet. Nee, daarom. Dus het hele narratief, het hele verhaal ontbreekt. In het verhaal, het belangrijkste punt. Namelijk die negatieve rente, wordt in het geheel niet genoemd. Ja. En die andere argumenten, als je zegt, ja, maar uh, contant geld zorgt voor klimaatverandering en er zit virussen op. Ja. Nogmaals, dat wordt, dat wordt zo meegenomen in dat report on the Digital Euro. Want er is dan een pandemie. Dus dan fiets je die virusdiscussie er ook in. Maar volgens mij klopt dat helemaal niet. En er is nou. later ook op teruggekomen. Maar die argumenten, dat wil ik noemen, die argumenten zijn alleen maar geldig als je daadwerkelijk geen contant geld meer gebruikt. precies Dus je kunt, je kunt niet zeggen dat CBDC. Beter is dan contant geld, maar naast contant geld komt, maar het niet vervangt, uh, en het is wel zo goed met die virussen. Ja, maar dan moet je dus contant geld ook uitfaseren. En dat, en dat, dat, dat mag, is wel degelijk. Ze zijn het, ze gewoon ook aan het doen. Dat zie je gewoon. Ja. En daarom is dit en zij moet dit dus. dus uh, ik ken daar niet. Het is Evelyn die um, die ja moet dit ook maar een beetje rechtbreien. En daarnaast zeg je: het leuke is dat die, die uh, Boonstra en Hoogduin, die zitten erna, die zeggen nog een aantal hele interessante dingen. Mm -hmm. Die zeggen van, oké, okay, je vertrouwt particuliere partijen dus niet met geld. Ja. Met geldsystemen maken. Maar hoe is het nu dan? Ik bedoel, ja. uh, alle betaalsystemen in, de, in winkels en dingetjes. Ik heb net dit, uh, dit blouseje gekocht. Ik dacht, ik zal een leuk blouseje aankopen. Of kopen als ik naar... Uh... Mm. Vivo Valentine gaat bijvoorbeeld, nou, ik kan dat met een uh, mooi apparaatje betalen. Met FV pasjes uh, ja. het, het werkt allemaal al. Ja. Dus, dus, en dat hebben private partijen gedaan. Ja. Dat is het probleem niet. Het probleem is dat in die, binnen die private partijen die het geld maken. daarbinnen zitten banken die ook een uitleenfunctie hebben. Ze hebben overkreditering uh, veroorzaakt in het verleden. En tot nu, tot, van, tot de dag van vandaag aan toe. Dat moet je opvangen, dat moet je dekken. Ja. Uh, daar is die negatieve rente voor nodig. Daar gaat dit over. Dus het is, gewoon een, het is gewoon een onzinverhaal. En wat die, wat die Boonstra ik nog noemen, wat die boonstra zei, wat ik heel mooi vind, is. Hij zei van oké, okay, stel je voor, je gaat naar programmeerbaarheid toe. Ja. En dat wordt in al die documenten wordt dat gewoon echt als onderdeel genoemd. Programmeerbaarheid, dan is je privacy meteen weg. Ja. Want anders heb je die data niet. Als dus je zegt, nou, iets is afhankelijk van een voorwaarde. Bijvoorbeeld geld moet binnen een periode X worden uitgegeven. Dan moet je weten wie is wie krijgt die CBDC en uh, binnen, heeft die persoon dat dan wel gebruikt? Ja. Dus je hele privacy gaat er dan gewoon aan. Uh, dat is de tegenstrijdigheid. En Boonstra zei ook van oké, okay, stel je voor dat je dan inderdaad naar dat programmeerbare geld toe gaat. En iemand wil, hij zei, volgens mij iemand met een uitkering krijgt geld en die wil daar sigaretten van kopen. Ja. Dan moet de sigarenboer, die moet dan, um, dan, moet dat, dan moet het daar, eh, als hij dan met zijn appje naar de sigarenboer gaat, dan moet het fout gaan. Ja. En dat gaat fout. Want Wat dat dan, is allemaal die centrale database van de ECB. Ja, maar oké, okay, maar stel je voor dat het een, een privacy respecterende uh, uh, digitale munt is. Mm -hmm. Dan heb je dus een CBDC in het systeem hangen. Ja. Dan die CBDC die mag niet naar sigaretten. Dan, dan heb je dus allerlei voorwaardelijke CBDC's door zo'n heel systeem lopen. Maar dat gaat, dat, dat gaat niet gebeuren. Dat en dat natuurlijk kan ook veel simpeler. Er staat ja. gewoon in jouw account staat van... Ja. persoon X mag geen sigaretten kopen met dat geld. Ja, precies. Dus die, die, die beperking wordt niet ja. aan het geld gekoppeld, maar aan de persoon. En je mag zometeen niet meer uh, tribe member worden bij Vivo Valentine. En ja. niet meer uh, back me uh, ja. lid van Arno Wellens. En ja, is geen bitmo kopen ja. en geen ga En alles... Ik bedoel, het is een kwestie van tijd onder het mom van... Uh, uh, wat is het? Terrorismefinanciering, witwassen, uh, uh, desinformatie, uh, god, ga zo maar door. Gaan we gewoon een volledig CO2-klimaat? natuurlijk uh, klimaat, ja. Gaan Oeh, we een, we een volledige crackdown op ons uitgavenpatroon krijgen? En met je, met je 100 euro die je opneemt zometeen in die wallet. en je gaat akkoord met de algemene voorwaarden. ga je daarmee akkoord? Ja. Dat is insane. Dat is echt insane. Want dat, dat is er inherent aan. En ik, ik heb altijd gedacht, hoe kan ik dit nou. Um... Kijk, waar, waar kan ik dit nou mee vergelijken? Dus ik denk dat uh, uh, mevrouw Witkok. Uh, uh, ik denk dat zij gelooft dat zij zo. Ik denk, zoals zij daar zat te stamelen, en dat was echt ongemakkelijk. Ja. Um, ik denk dat zij um, een enorm positief wereldbeeld heeft. En dat zij, dat zij denkt dat het wel goed kan komen. Dus van, nou ja, we weten eigenlijk helemaal niet wat de toekomst brengt. Misschien is dit een goed idee. Laten we uitgaan van het goede in de mens. En misschien zijn er wel dingen mogelijk. Ja. En. Wat ik, wat ik merk, uh, ook als ik dit in mijn privé situatie bespreek, mm -hmm. dan zijn het al, bijna altijd mensen die dan een filmpje hebben gezien. Die zeggen, hé, hey, ik zag je filmpje, weet je, dan spreken ze me aan in de ja. kroeg bijvoorbeeld. Op verjaardagen met studiegenoten, ik zeg maar wat mensen die dit niet, uh, vrienden uit mijn jeugd, weet ik wat, die, dit, die hier niet meer ja. bezig zijn. Die hebben altijd de neiging om dan de overheid te geloven. En die zeggen van, nou, die hadden dan wel gehoord dat privacy heel belangrijk was en programmeerbaarheid, dat dat dan niet zou kunnen. En dan zullen hmm. straks mensen veel, veel beter weten op te dreunen. Er komt straks een praatprogramma bij Jinek. Ja, natuurlijk. En dan uh, komt zo'n uh, zo VVD-Kamerlid uh, of D66, de, ja. de woordvoerders van Financiën, die mogen dan bij Jinek aan tafel zeggen van... Of Evelien Witlox, die, die, ja. die, 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 die zorgt dat de verhaal klopt. Ja, die mogen dan zeggen van, joh, en dan heeft ze zich even voorbereid. Dus ja. nou, dit was inderdaad geen beste beurt. Zo'n uh, simpele uh, vraag, waarom kun je die al niet beantwoorden? Precies. Dus, um, het echte, de echte oorzaak weglaten, namelijk uh, die negatieve rente. Maar ik denk dat het straks zo gaat bij Jinek. Dan zegt Jinek, want die begrijpt er ook de ballen van... en die zegt dan van, joh, maar er is een motie aangenomen... er staat op papier van, Moet het ja, allemaal veilig... en uh, private... privacy is gewaarborgd en het programmeerbare geld... dat vindt iedereen akelig, dat zal dan niet komen. Wat deze mensen niet snappen, en deze mensen maken gewoon een denkfout... en ik denk zelfs dat de DNB-mevrouw uh, een maakt... dat is dat sommige dingen zijn inherent aan iets anders... Mm -hmm. En um, dat, dat is een, een, een inherited feit, zeg maar. Ja. Het is per definitie zo dat. Ja. En ik vergelijk een CBDC die niet afglijdt in een dictatuur, mm -hmm. die wel onze privacy respecteert en um, die al die gekke tegenstrijdigheden die we net noemden, um, die dat overbrugt, dat is net zoiets als een, ik noem het in mijn boek, ik noem dat de veganistische tijger. Ja. Dus. Het is een mooi ideaal, maar het kan niet bestaan. Dat kan niet. Dus ik vraag, ja. jou, uh, ik vraag jou om uh, even op mijn tijger te passen. Ja. Die, die zet ik af bij je huis. En dan uh, beloof ik dat hij niet je kinderen ja, uh, gaat, het gaat krabben. Gaat en, uh, nee, ja. dat is een veganistische precies. Ja. En dan zeg, uh, zegt je jouw gezin zegt dan van: joh, uh, misschien niet, hè, die uh, Tanden, <laughs> weet je, die klauwen, heb je, heb je die, die oren heb je gezien. Hè? Die, die, ja. dit, dit is helemaal. Mm het -hmm. is, is gericht op. <laughs> op je, zeg maar, dat hele wezen draait om, om vlees eten. Ja. En hoe kun je dat ontkennen? Ja. Al die aspecten van CBDC, waarbij in de situaties waarin dat zou kunnen werken, waarin je pret hebt van je CBDC, zoals je pret kunt hebben van je poes of je, uh, je tijger, ja. die draaien allemaal om iets dat je eigenlijk niet wil. Ja, precies. En dat is het dictatoriale hieraan. En er komt dus een grote, groot Kamerdebat over. Maar dat Kamerdebat is zinloos. Dat kun je net zo goed niet doen. Dus ik ga er wel heen, omdat het gezellig is. En er zijn allemaal mensen die geïnteresseerd zijn in de CBDC-wereld. 23 november toch wel de Place to be Tweede Kamer in Den Haag. Maar Maxima zegt er komt programmeerbaar geld, dat is gewoon letterlijk wat ze zegt. Ja. Er zijn wetten nodig die dat mogelijk maken. Um, of tenminste. Rutte dus, heeft al gezegd dat hij niet gaat vetoen. Anders waren wij anders als waar, als Anders was die hele, uh, al, precies, anders was die hele discussie, ja. lacht hij dat niet bij de Europese Commissie. Kaag is hier ook van op de hoogte. En als Maxima dit zegt, dan doet ze dat met, in overeenstemming met, met Rutte en Kaag. Dus nu is het alleen maar belangrijk dat als die wallet er is zometeen in de App Store, dat niemand hem gebruikt. Ja, dus iedereen moet dat ding moet gewoon massaal worden geboycott. Ik heb, ja. weet nog niet hoe we dat doen. Wat, wat ik nu doe... Uh, Zoals we de chipknip hebben geboycott. Ja, maar dat, 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 die was nog eigenlijk anoniem. Ja, nee, qua technologie, snap ik. Maar het was gewoon een kutproduct. Dat klopt dat niet. sowieso. Dat had ook Bro, geen zin. Ja. En dat is dit ook. En dat is gewoon wat het is. En ja, meer gewoon, hoef gewoon. je er niets over te zeggen. Ze ja. hebben dus C's een kutproduct. En als je mij akkoord gaat, ga je akkoord met digitale slavernij. Ja. Veel plezier. Is dat iets wat je wil voor 100 euro? Ja, oké. Okay. Dan daal wat veel plezier ermee. Ja. Je kan je één keer boodschappen doen. Maar ja, je, je, het pro probleem is dan, er wordt gezegd: het is een succes. We gaan het uitbreiden. Dus dan kunnen we ook nog het pinautomaat weg. Ja. Dus degene die hier nee, meedoet mee daar komt het dwang. Dus ja. je, je moet vanaf. Dus de, de eerste persoon, de eerste Nederlander die zegt. Nou, laat dat dan Rutte en Kaag zijn en daarna niemand. Ja. En Maxima natuurlijk. Ja. Dan kunnen ze onderling. Maar verder niemand. Maar ze gaan, gaan je zeggen, doen. het is een groot succes. Want 86% van de Nederlanders heeft hem geïnstalleerd. Terwijl het in werkelijkheid nog geen 50% ja. is, precies wat er met die vaccinaties met die, ja. gebeurde. Um, maar daar, da, daar moet je dus op zitten, daar moet je dus scherp zijn. En um, wat ik nu doe, dat is eigenlijk wel leuk om te vertellen, um, is dat die. die deze digitale gevangenis die wordt dus gebouwd met het coronageld. Ja. Er gaat geen geld naar de zorg. Um, het coronafonds, je zag het net, ik heb het net laten zien, mm. dat wordt gebruikt om deze gekkigheid te financieren. Ja. De, er zijn mensen die werken bij, um, bij de grote bedrijven die, die dit kunnen. Mm -hmm. um, je kunt de namen, kun je zelf wel bedenken. Ja. Dus een aantal technologie-reuzen heeft hier gewoon heel veel baat bij. En die zien gewoon van, hé, hey, er gaat 160 miljard naar de Digital Decade. We ja, gaan het je kunt daar, er is een pot en dan kun je een factuurtje sturen en die pot is 160 miljard euro groot. Ja. Mensen die bij een commercieel bedrijf werken, die kijken ernaar en die zitten verlekkerd uh, uh, ja, toch gewoon, uh, te kwijlen van hey, dat, uh, dat wordt een jaarbonus. Ja. Vervolgens sturen ze een uh, brief naar, dat, uh, naar de regering. Zeggen ze, nou wij willen dat onderdeel wel bouwen. Mm -hmm. De regering kan het ook vragen. Ja. Request for proposal. En dan wordt er neergelegd van, nou zus en zo, dit kunnen wij wel doen. Ja en worden de programmeurs gevraagd van bij zo'n bedrijf de programmeurs dat zijn vaak weet je, de bitcoiners dat zijn vaak uh, mensen die van technologie houden die van innovatie houden en daarom ja. van vrijheid houden die krijgen dat en in hun welwillendheid zeggen ze van oh um, een systeem dat alle uitgaven bijhoudt ja nou dat zou ik wel kunnen doen en dan werken ze dus mee aan dat offertetraject. traject ja. maar eigenlijk zijn die mensen bezig om om die digitale gevangenis te bouwen en ze hebben dat niet door ja. En er zitten enkelingen bij, maar het zijn er weinig. Het zijn de enkelingen die denken op een gegeven moment, dus die krijgen dan dit soort informatie, of, ja. uh, of die begrijpen eigenlijk wat er wordt gevraagd op het moment dat de functionaliteit van de app wordt uitgelegd in een overheidsdocument. Ja. Dan denken ze van: dit is eigenlijk, we zijn gewoon heel fout bezig hier. Ja. Dus je studeert de, zodat je programmeur kan worden. Met de beste wil van de wereld. Want je wil, uh, handig, je wil iets maken waar de samenleving wat aan heeft. Ja. En dan ben je eigenlijk een gevangenis aan het bouwen. Ja. En die mensen ben ik nu aan het aanspreken. Dus ik ben een Engelstalig filmpje aan het maken. Wat dit is. Want wat die mensen onderling wel doen. Want er zit er eentje in zo'n team van programmeurs. Die dan bijvoorbeeld ons kijkt. Ja. Maar die heeft toch geen Engelstalige content. Ja, dat kan niet doorsturen. Ja, dat, dat ben ik nu thuis in elkaar aan het knutselen. Als mensen zich afvragen nou, wat ik aan het doen ben. Nou, laat even weten. Daarom daarom doen ik het dat op. ook. En dan hoop ik dat op die manier dat er toch een soort van tegenbeweging komt. Ja. En dat is, de, dat is de. Dan kun je zeggen: ja, is het de anti-maxima-beweging? Nee, het is gewoon de pro-democratische beweging. Ja. Als jij een fout doet, als je een fout maakt, dan moet er gewoon in een democratie. moet er gewoon een parlement zijn dat kan zeggen: van, doe eventjes rustig aan, want je maakt een fout. Precies. En ik heb dat in een eerder filmpje ook al genoemd. Dat die Ursula von der Leyen, die is dus zo'n fan van Yuval Harari. Mm -hmm. Met zijn dystopische waarschuwingen over de toekomst. Ja. Hij schrijft allemaal dingen ook bij dat WEF. Maar dat zijn vaak waarschuwingen. Dat hij zegt: van, kijk nou uit, deze technologie kan Gevaarlijk zijn en wat doet die Ursula von der Leyen nu ze de creditcard heeft dankzij corona? Ja. Dan zegt ze ja, maar wijter, wijter. Die, die meer, zegt ja. die zegt nooit bij zichzelf: van hé, hey, misschien moet ik eventjes uh, nadenken. En dat is dat steamrollen effect dat je nu krijgt, en misschien worden mensen nu wakker. Dat is het momentum van uh, Kaag, wat we vast moeten houden. Ja, hé hey Arno, we zijn nu bijna twee uur bezig. Wij gaan zo meteen nog heel even door over de alternatieven. Wat je kunt doen. Ik wil het gewoon even met je over bitcoin hebben. Ja. Dat gaan we doen in de, uh, de, de, de extra versie van deze video. Die vind je op vivavalentine.com. Als je dat nog niet kent, ga er naartoe. Uh, maak een account aan. Um, en dan kun je tribe member worden. Je mag zelf bepalen wat het je waard is. En dan, um, nou goed, dan staat er nog een zee van content. We gaan zo meteen even doorpraten daarover. Um, uh, deze CBDC-dystopie die op ons afkomt. Uh, en over wat je zelf zou kunnen doen. Bijvoorbeeld. Uh, uh, wat voor rol Bitcoin zou kunnen spelen. In deze ontwikkeling. Voor nu, dank voor het kijken. Vergeet niet Arno te volgen op Twitter. En op zijn Backme-pagina. Uh, op Twitter, Arno Wellens, Heel simpel. Als je, ja, als je programmeur bent. Uh, en, Dan en, uh, stuur even een mailtje. Even kijk, een berichtje de, via. Ja, uh, doe dat op. Dat begrijpen mensen meteen. Want ik wil niet je baan in gevaar brengen. Doe dat op anonieme. Uh, ja. Dat kan. Maar dat, je snapt heel goed hoe je mij anoniem kunt bereiken. Dat weet een programmeur beter dan ik zelf. Precies. Maar uh, klappen uit de school, want wat je doet is niet fris. Inderdaad. Hoewel arno, goed bedoeld. Arnowellens.eu is je website. Daar vind je nog uh, meer uh, van wat je allemaal schrijft. Goed, uh, wij gaan verder op uh, vivovalentijn.com. Tot zometeen, hopelijk. En voor nu, uh, als je dat niet doet, bedankt voor het kijken en luisteren.